Welkom bij Details, de Nederlandse Disney podcast. Stel nou dat, even los van een schrikkeljaar, mm -hmm. je elke dag van het jaar naar een details aflevering zou willen luisteren, mm -hmm. dan, uh, dan zou die na nou vandaag compleet kunnen zijn in een jaar. Wauw. God, 365 afleveringen. <laughs> ja, althans, we moeten voor de geld. We moeten hem nog afmaken. Ja, en publiceren ja, ook. Ja, ja, ja. Dat is, uh, alleen nog eventjes voor ons leuk. Hallo, welkom bij de 365 aflevering van de Nederlandstalige Podcast over Disney. Details. Hier zijn Jorn en Nichiel. Is het nou wel een schrikkeljaar zoals dit jaar? Dan kan je natuurlijk op die 29 uh, uh, februari ja, ja. naar details luisteren. Dat is waar. Dat is zeker waar. En is het special. Als je donateur bent, dan heb je heel veel extra's. We hebben in de loop der tijd al best wat extra uh, afleveringen gedaan. Speaking of which, uh, voor alle donateurs, misschien heb je het gezien, misschien nog niet. Maar uh, afgelopen weekend hebben we ook de videotour van Buena Vista Street uh, online gezet. Um, uh, korte uh, introductie. Wij waren onlangs in Los Angeles met een Details groepsreis. We hebben daar voor de mensen daar een tour gegeven over zowel Main Street USA als Buena Vista Street. Daar is audio van. Die hebben we al gepubliceerd, exclusief mm -hmm. voor donateur's, mensen die uh, Details financieel steunen. Maar uh, ik heb later die uh, tour ook nog een keer gelopen met een camera in mijn klauwen. Ja. En er is dus ook een videovariant, van dat je echt kunt zien wat we benoemen. Ja. En die video staat ook exclusief voor donateur's nu op ons petje af platform. Hallo. Your... Hallo. Michiel. En welkom. Inderdaad, geen Ralf. Nee. Nee, ja, vind het? Dat, dat heb je soms heerlijk. Oh. Vorige week vond ik het een erg leuke aflevering met slechts 2 van 3. Misschien is dat we gewoon uh, de nieuwe magische mix, dat de andere <laughs> één elkaar, iemand ja. niet is. Ja. En dat we dan gewoon. Uh, nou, volgende week ben ik niet. Nee, is niet waar. <laughs> ik heb geen even. Zou je zien dat ik een volgende week ik net niet ben. Ja, ik zei het al. <laughs> um, uh, vorige keer in uh, aflevering 364 hebben we het uitgebreid gehad over Pieces of the Caribbean. Dank voor alle leuke reacties. Um, een hele leuke uitzending. Nou ja, dat vonden wij eigenlijk ook wel echt, uh, in uh... alle bescheidenheid. Ja. <laughs> het was heel leuk om een keer weer helemaal gefocust op één attractie. Het is er zeker één die ons zo na aan het hart ligt als Pirates. Ik um, van die, die audio uh, stukjes vond ik echt super. Vooral de het, uh, het, het, uh, persconferentie van, uh, van Walt. Vet, hè? Ja, ja, ja. ja, ja. ja nee, en, en dat heeft me ook wel een beetje het idee gebracht. Uh, want aldoende leert men dat ik misschien gewoon wat vaker uh, ook even de laptop aan moet zetten voor audio aan ons uh, systeem. Ja. Want ja, wij allemaal hebben best wel wat uh, unieke audio in onze... Uh, uh, bibliotheek. Dus ja, yeah, we maken een audio-product. Mm -hmm. Let's do that then. niet hè? zo lui zijn, gewoon die stekker erin. Exact, ja. gewoon die. Stekker. We gaan vandaag ook audio laten horen. Yes. Niet, niet zo exclusief, maar wel audio. <laughs> um, maar goed, omdat we zo'n exclusieve aflevering hadden, geheel gewijd aan Pirates, hebben we vorige week eigenlijk eigenlijk gewoon geen nieuwtjes behandeld, nee. dus gaan we dat in deze 365e aflevering inhalen, want er zijn best wat ontwikkelingen mm -hmm. in de parken en films en uh, en, en cruise line in Disney Plus wereldwijd. Gaan we het uitgebreid over hebben. Uh, eerst eventjes laten weten dat je ons kunt vinden op onze website d-steepyteals.nl, d, d en ook op onze social media zijn we aanwezig. Onze de social media: uh, X, Facebook, Instagram. Uh, Telegram. Ik vergeet er nog eentje vast. Mm, YouTube. YouTube, tuurlijk. Ja, want we maken ook een filmopname van deze podcast, ja. dus mag je willen zien hoe we erbij zitten. Ik Kan me niet voorstellen, want ik zo heel spannend is. Ik heb een trui en jij ook. Ja. Ik heb een paar trui aan. Ja, een beetje wel, ja. <laughs> ja. Ja, dat is wel een beetje waar. En ik heb een saaie groene trui. Voor de mensen ah, die niet naar de video kijken, ik heb een streepjes trui. Ja. Een streepjes trui. Ja. Ja. Ook een blauw wit. Details. Altijd een streepje voor. Uh, daar kun je ons vinden. En uh, wat wij heel erg waarderen is als je uh, dit een leuke podcast vindt, dat je een positieve review achterlaat op bijvoorbeeld uh, Apple Podcast... of op um, Spotify kun je ook ons raten. En uh, de term donateurs viel net al eventjes. Als je ons financieel zou willen steunen. en alles wat je daarvoor terugkrijgt. Want hé, hey, voor wat hoort wat. En uh, dat geldt ook zeker voor een uh, donateurschap. Dat vind je alle informatie over op uh, de Steun-ons pagina van dcpteels.nl. En ook deze week weer vijf nieuwe donateurs. Ja, inderdaad. Uh, deze week welkom aan Arendo, Pelle, Ivo Klaassens, Nicole Eenhoorn. Ik vraag me af of dat een... Uh ja een typfout is er staan drie e's dat dus... uh, lijkt me toch denk het ook nicole Eenhoorn. hi uh, en zij schrijft hi ik werk in de zorg en maak vele kilometers tussen de cliënten elke keer weer zit ik heerlijk te genieten op de fiets van jullie podcast ga zo door jullie maken de vele kilometers die ik maak iets om naar uit te kijken leuk wat leuk en als laatste uh, welkom aan lisa meijer Jullie weten het de dodelteurschap goed te verkopen. Mm -hmm. Met te weinig details aflevering in de week kon ik de extra content niet voorbij laten gaan. Zelf tel ik af naar het najaar voor een trip naar Parijs en Anaheim. Dank voor jullie geweldige podcast. Leuk. Nou ja, en dat is dan wel. En dan houden we eventjes op met de pluggen van het donateurschap. <laughs> we hebben uh, afgelopen oktober met z'n drieën, dus ook met er half bij... Hebben we ook een uh, audiotour opgenomen ja. in het Disneypark in Parijs? Van elk themagebied een aparte ja, aflevering. Een, een podcast eigenlijk. Ja, en dus ook ja. van Anaheim nu twee. Dus uh, ja, met zo'n reis naar Parijs en, die, en Anaheim voor de boeg. Die kan je letterlijk, ja die in Anaheim trouwens ook, maar die in Parijs, die kan je letterlijk gewoon topjes in door Main Street, door Adventureland, door Frontierland. En meelopen. Meelopen ja. en. Uh, Kijken waar wij het allemaal over hebben. Um, en er was ook een, uh, een review op Apple Apple Podcasts. Dat vinden we ook heel leuk. Dat krijgen we de laatste tijd niet meer super vaak nee, binnen. Dus dat blij. vinden we leuk om uh, als mensen dat doen. Um, en deze is van Punkt. Voor de Disney fan. Vijf sterren. Echt heerlijk om naar te luisteren. Een wekelijkse update van alles wat, is, uh, wat er speelt, wat Disney gerelateerd is. Zowel voor de hardcore dan als je geïnteresseerd. Hm? Ja, de hardcore fan als de geïnteresseerde. Uh, ja. De Fan, als er geïnteresseerde. De chemie tussen de drie heren is echt aanstekelijk. Pas op, na het luisteren van iedere aflevering krijg je weer chronisch heimwee naar Disneyland. <laughs> dat is wel waar. Ik zal ook zelf terug ja. te luisteren naar de Pirates-aflevering. Ik wilde gelijk weer in die ja. post stappen. <laughs> je ruikt al bijna dat dat. Ja, echt. Nou, oké. Dank. Welkom donateurs. Meer informatie dus over het donateurschap op de steunelspagina op dcptails.nl. En um, oh, nee, ik wou zeggen, er waren nog meer dingen, maar dat is de inbox. Die komt zo meteen ja, ja. na Details nieuws. Jorn, wat zijn de nieuwtjes die niet in de rest van het draaiboek staan, maar wel bij jou, zijn opgevallen van: die moeten we echt even benoemen. Ik heb even een selectie gemaakt. Um, als ik deze namen opnoem, wat waar denk jij dan aan? Nou, ga ik ga gelijk met een hele moeilijke beginnen. Uh, Bihalia, Bihalia Gritty, Bo, Apollo, Rufus en Timoleon. Timoleon? Ik heb werkelijk geen idee een nieuwe meidengroep <laughs> zou kunnen. <laughs> nee, dit, I'm Timoleon. Dit zijn uh, Timoleon en <laughs> um, <laughs> Dit zijn uh, nieuwe characters. Uh, uh, Compleet nieuwe characters, nieuwe critters... Uit het uh, dierenrijk voor uh, Tiana's Bayou Adventure. Ah ja, inderdaad. Ik heb er wat voorbij zien vliegen van vandaag. Ja. Vandaag uh, uh, op uh, dinsdag 26 maart bekendgemaakt door uh, onder andere Disney Parks blog. Um, zij zitten wel in een band, die noemden het, maar uh, zij staan op een stijger, uh, Staan ze te spelen. Ja. en dat is een <laughs> beetje ook uh, terug uh, 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 naar, naar de oorsprong, natuurlijk. Splash Mountain, dat was ook een uh, heel muzikale attractie met allemaal critters die uh, aan het dansen waren en muziek aan het maken. En dat, um, ja, dat, dat hebben ze in de nieuwe attractie toch uh, nog een stukje terug weten te brengen. Um, volgens mij is het het nummer Gonna Take You There. Gonna take you, gonna take you ja, Want de, de, de verhaallijn is nu dat uh, in de uh, Bayou Adventure, dat uh, Prinses Diana een groot feest wil geven. Maar, ja. uh oh oh, uh, er is binnen een mix-up tussen Prince Davin en Louis, de krokodil. En ineens is er geen band. Dus hoe zij uh, bandleden gaan zoeken. En daarom ja. gaat ze de Bayou in. En daar vinden ze dus deze critters. Die ook op hun eigen manier muziek. Spelen maken. op de fiddle. Zo'n zo echt uh, zo'n viooltje, maar zo'n zo typische. Ja, country, country house, uh, de, ja. Fiddle, accordeon, washboard en andere instrumenten. Daarmee uh, maken ze dus uh, de ouderwetse muziek. En over de muziek gesproken. Uh, er zijn op dit moment, in ieder geval in Florida, in Magic Kingdom, zijn er testritten gaande met ja. uh, de allereerste mensen, Imagineers, die. Uh, die Mogen al een heel rondje doen. Dus de, de, de poppen en uh, zandzakken en alles, die hebben het overleefd. Dus nu, uh, nu mogen de <laughs> mensen erin. En uh, daar is ook uh, iets anders opgevallen. Uh, namelijk. Ja, nu moet goed zetten. klikken, hè? Okay. Ja, daar gaat. het. dan. Nu komt er wow, een naar beneden. Wow. Wow. Yeah! Wow. Let's go! Hij <laughs> is de Congratulations! Hij zei dat het werkt. Ik het werkt. is heel goed op de achtergrond luistert, maar het is echt uh, voor de kenner: hoor je daar ook uh, voor het eerst de, de nieuwe themamuziek van ja. Bayou Adventure? En wat ik zelf wel interessant vind... Het is sowieso wel een, een grappig dingetje. Uh, er staat nu een, een bordje bij uh, uh, Hi Friends. Het is alleen maar voor uh, testen. Kom nog een keer terug. En dat is bijna dezelfde tekst als in 1992 ja. te lezen was... toen Splash Mountain uh, in diezelfde fase was. Er is een andere video waar het beter op hoort trouwens. Uh, de... Oké, okay, nou, mocht je nog uh, kunnen vinden, laat ik me aanbevolen. <laughs> ja. nee, wat ik wel grappig vind, uh, want ik heb er zelf over nagedacht... en ik hoorde ook uh, Thomas en Maries, onze collega's van Theme Talk... daarover uh, debatteren... Um, Kijk, dit is in het Magic Kingdom. Daar zijn ze verder. Hè. Daar is al heel veel groen ook aangebracht op de heuvel. En um, uh, dat is uh, uh, in, uh, in Anaheim nog niet zo ver. Mm -hmm. Maar in Anaheim um, was Splash Mountain onderdeel van Critter Country. Ja. Critter Country, dat was ooit uh, het gebied waar de Country Bear Jamboree was. En tezamen met Splash Mountain het gebied waar ja, de bosdieren, critters, critters. Uh, leefden. Nou, uh, de Country Bear Jamboree heeft inmiddels plaatsgemaakt al een paar jaar geleden. Voor uh, een Winnie the Pooh Dark Ride. Nog steeds bosdieren. Dus het was nog steeds een critter country. Uh, je hebt ook The Hungry Bear. Je had, er een, uh, uh, je had er een winkeltje van uh, Winnie the Pooh. En uh, van uh, uh, Song of the South van, van Splash Mountain. Maar nu wordt het uh, Tiana's Bayou Adventure. En dat wordt veel meer bij New Orleans Square getrokken. Het themagebied der, daarnaast. Waar wat ook Pirates... heel logisch is. Ja. Dat ligt ernaast. En uh, de 100 Mansion maakt er onderdeel van uit. Dat is waar super logisch. Waar is Mountain zo'n beetje bovenop staat. Ja, dus het ja. is heel logisch. Maar um, wat blijft er dan nog van Critter Country over? Was ja. de vraag in Theme talk ook. Omdat ook uh, enkele winkels worden overgenomen. En ja, op een gegeven moment heb je alleen nog maar... Winnie de Poe, punt. Maar met deze nieuwe aandacht die Imagineering in deze blogpost heeft gevestigd op alle nieuwe critters die bedacht zijn, karakters voor In the Ride... Right, is het echt een mix tussen New Orleans, echt een, een transitie tussen New Orleans Square en uh, Critter Country. Wat ik toch wel heel grappig ja. bedacht vind. Ja, uh, de muziek. We hebben hier een betere video van de blog Mickey. Je hoort al gelijk. Dit is de introductiemuziek. De daar, eerste van, video die hoorden uh, waren de testritten, dus met de eerste ja, mensen. Die exact, zaten. Ja, exact. Ja, daar ja. ja. komt. Duidelijk. Ja. Dat is de, de openingsmuziek toch van Princess and the Frog? Ik wil een keer kijken. Toch nog niet in gezien. New Orleans. Ja. Echt een, 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 een goede film, vond ik. de laatste hand-drawn animation die uh, de Disney film heeft. Uh, ja, de uh, muziek is echt geweldig. Ja. De, de, de sfeer die het neerzet. Heel New Orleans Dat is een heel tof thema ja leuk hoor nee goed om uh, even te horen ja, ja, ja. dus uh, de voordringen die, uh, ja, die zijn absoluut merkbaar daar dan um, wil ik het even hebben over wat popcorn uh, we weten we hebben het al eerder over gehad Er is dus onlangs een uh, uh, popcorn bucket van het vogeltje uit uh, Mickey en Minnie's Runaway Railway uitgebracht ja. um, Figment, de de paarse uh, draak een uh, run dat erop was ja. niet normaal Journey into Imagination was dat ja um, Inmiddels zijn er weer twee nieuwe popcorn-buckets aangekondigd. Uh, best wel bijzonder, hè? Um, Eentje is uh, de Jabba the Hut popcorn-bucket. Ja, dat is heel lelijk. Dat is de, de, ja, wat is het? de slak, slakkenmonster, mag je dat zo zeggen? Ja, de alien ja, uit, uh, Star Wars-film al. Ja. Ah, waarbij je uh, okay. back echt kan opendoen en dan, uh, dan kan je naar de popcorn. <laughs> maar die andere die vond ik eigenlijk nog toffer. Die is specifiek voor, uh, voor 4 mei, voor 4th uh, Be With You uh, en alle vieringen daaromheen. De Salvaged Stormtrooper popcorn bucket. Dat is een, uh, een, een helm van een Stormtrooper op zijn kop, gevuld met popcorn. Ja, echt heel tof. En het, het zien we nog een keer op. Inderdaad, alle, alle hype die er rondom die popcorn buckets uh, is. Ik ben zelf al een paar jaar lang niet in Orlando geweest. Maar uh, afgelopen reis in Anaheim uh, bleek ineens toch het verschil heel duidelijk tussen beide resorts. Je kunt in beide resorts die, die souvenirbuckets kopen. Dus ik geloof een normaal kartonnen doosje popcorn kost je $5,99 of zo. Voor ja. veel. En voor $13 of $14 dollar heb je dan zo'n plastic souvenirbucket gevuld met popcorn. Ja. Maar in Orlando kun je die constant refillen. En dat, ah, voor de prijs van nou ja, één of popcorn bucket dat er echt een, een, een kleine upcharge bij komt en dat ja. is in Anaheim niet het geval dus de, de, de deal is wel iets sweeter in uh, Orlando Ik viel me sowieso op dat uh, want in uh, Toontown in Anaheim uh, daar had je ook een picknickmand dat was geen popcorn bucket maar een, uh, een mandje die je ja. dan kon vullen met allemaal gezonde dingen met appels stukjes wortel uh, ze probeerden het volgens mij in Anaheim iets meer op de gezonde tour ja. Te gooien. Ja, terwijl dat het dan toch hoor. meer de. Uh, de de zoveel refill mogelijk... capital of the world. Er uh. voor ja, zoveel mogelijk boter overheen. En, uh, ja. en golf is blij. en ah, in Anaheim waren ze wel <laughs> heel goed met het, uh, het constant refillen... van bijvoorbeeld de mint julep en uh, alle, alle oh, softdrinks ja. die bij je ja. had. Ja, dat er was nog een, een aardige discussie over trouwens... Ook, volgens mij ook naar aanleiding van deze souvenir buckets... in onze Telegram groep, uh, waar je in kunt als je donateur bent. Blijf ik toch iets te vaak roepen, sorry. <laughs> uh, over uh, dat sommige mensen echt het vreselijk vinden... als ze uh, in de Amerikaanse parken die wegen... Ja. Gesmolten botergeur ruiken van de popcornstek. Ik, uh, ik sta aan in dat kamp. Ja, ik vind het echt verschrikkelijk. Oh, ja. ik, vind het, ik, ik krijg gelijk. Ik word ook een beetje wee in mijn knieën. Van ik, ik, ik wil nu popcorn. Ik vind het zo. Oh, echt? oh ja. Nee, ja. Die botersaus. Ik weet dat er echt. Die, die is super fan van. En die vindt het hartstikke lekker. Ik, ik krijg dingen binnen. Ja, ik, vind het echt ik word er gewoon misselijk van, letterlijk. Ik vind het echt zo'n. Het is mijn allereerste ja. core memory van een uh, bezoek aan een Amerikaans <laughs> Disney Resort. De allereerste keer dat we Magic Kingdom in uh, liepen. Het was, uh, was toen nog mijn vriendin, niet mijn vrouw. En um, in 2002 was dat. En we zouden, nou, ik wil zeggen dat we op de vrijdag aankwamen. We zouden zaterdag pas parken, zoiets. Uh, maar ja, we hadden eind van de middag. We hadden zo'n 14-daagse parkhopper. Hadden we, dus ja, weet je, kom op. Uh, even, even alvast het Magic Kingdom in. Het allereerste, ik ben nog zo goed. Ik weet nog wat ik aan had, super lelijk. Uh, uh, ja, foto's. Um, ja, ja. En, en, en wat ik voelde toen ik voor het eerst dat kasteel zag en de geur de geur van popcorn op Main Street en dat was ook afgelopen keer in, in Anaheim weer precies. Dus ja, ik vind het fantastisch. Ja, ik vind de geur, in de park vind ik de geur vaak nog wel meevallen. En waar ik het het meeste uh, aan, waar het mij aan doet herinneren, is uh, de Disney Cruise Line. Oké. Okay. Waar je in het theater vlak voordat je theater ingaat, hebben ze ook een, uh, een concession stand en daar kan mm -hmm. je dus onder andere popcorn kopen. Het is uh, helaas niet gratis bij, terwijl heel veel van, uh, van ja. de rest van het eten allemaal ja, het inclusief is. Ja. ja. Uh, maar ik weet nog dat uh, in een van de laatste cruises dat uh, de film Aladdin, die, die remake, live-action remake, die ging in première. Dan heb je een uh, Disney premiere at sea. Um, als dan op het land, zeg maar in Amerika, de film in première gaat. en precies in die week ben je aan het cruisen, dan doen ze ook een première uh, aan boord. En dat was na het avondeten. Dus uh, ik had gewoon al voldoende gegeten, dus ik zat helemaal vol. En uh, in, het, in het grote theater. en echt iedereen om me heen die zaten allemaal die. Opkoor met boter en saus. En het werd misselijk. En de boot <laughs> ging heen en weer. En die combinatie die was echt killing. Ik ben niet. Uh, dat was ook mijn, mijn herinnering aan Aladdin. Aan Aladdin oh, de wow. eerste keer dat ik die ja, ja. oké. Okay. Moet je iedere keer daar weer aan denken. Maar goed, het, 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 het persoonlijke smaak. Ja, nee, uh, ja, ja, ja ongetwijfeld. Ik hou er niet zo van. Um, dan iets anders. Uh, waarschijnlijk is het je wel opgevallen als je deze week je, je telefoon of je iPad of vooral je televisie aanzette. Vooral mijn televisiegrootje. Ja, en het was even schrikken. Uh, het logo van Disney Plus uh, was anders. Misschien het logo nog niet eens, maar de, de kleur. De kleur eromheen. Ja, het was heel mooi diep haast donkerblauw. Ja. krijg nu weer een aqua, wat is het? Het de, teal is volgens mij Oh, teal. Oh, dat zou ik als Weezyvang moeten weten. Die hebben een keer de teal album ja. uitgebracht. Ja. Maar het is een combinatie van uh, het, het donkerblauwe Aqua van, uh, um, van Disney. Plus en het groene van Hulu. Wow. Wat in Amerika dus nu samen is. is. Ja. Uh, dus zouden wij eigenlijk hebben... geen motor moeten hebben. Nee, maar ze hebben het wereldwijd doorgevoerd. Ja. in ieder geval uh, in Europa ook. Wij uh, uh, alle reclameuitingen en app-icons, maar ook het logo als je de, de, de app opstart. De, de interface valt nog wel mee, volgens mij. Die is nog niet heel veel veranderd. Uh. Maar uh, um, ik ben ook benieuwd hoe lang het duurt voordat we bijvoorbeeld de eerste Disney Plus Originals, dat, dat introotje, dat is oh, nu ook oh nog yeah. blauw. Yeah. Voordat dat dan uh, die nieuwe kleur gaat worden. Maar het is een combinatie van, uh, van Disney Plus en Hulu... wat aangekondigd, uh, al door, door Bob Iger, ergens in november, dat ze hiermee zouden gaan starten in december met een proef. En ergens in maart, eind maart zou het dan officieel zijn. Nou, daar zitten we nu. Um, in Amerika uh, is steeds meer Hulu content beschikbaar via Disney Plus. Dus eigenlijk zijn, ja. hebben ze in Amerika nu ook eindelijk de, de Disney Plus zoals wij het al enkele jaren hebben met, uh, met Star. Um, nou, het was even wennen, maar uh, uh, waarschijnlijk duurt het even voordat, dat, voordat we dat gewend zijn en dan willen we niet anders meer. Dan um, als laatste, dat vond ik ook wel een mooi nieuwtje. Um, het is alleen nog even de vraag. Hoe lang wij moeten wachten, maar National Geographic heeft in Amerika in ieder geval aangekondigd uh, dat er een documentaire, een special uitgebracht gaat worden, zowel op de zender uh, National Geographic, maar ook meteen daarna op, uh, op Disney Plus en Hulu, met de titel Epcot Becoming. En dit gaat over de uh, volledige transformatie van het park van de afgelopen jaren, waarbij ze dus uh, van het oude Epcot naar het nieuwe, de nieuwe indeling van World Showcase en um, uh, Future World naar de nieuwe Neighborhoods waren het, geloof ik. Ja, ja. Uh, en wat daar allemaal uh, uh, bij is gaan kijken, bij, bij komen kijken, um, wordt op 29 april uitgezonden en meteen daarna ook te zien op Disney Plus en Hulu in Amerika. Over Nederland of Europa is helaas nog, uh, nog niks aangekondigd, wat wel vaker het probleem is bij dit soort aankondigingen. Uh, er was ook een special bijvoorbeeld van de, The Making of uh, the Disney Wish, de, de cruiseschepen. Die is in Amerika was die op National Geographic uitgezonden. Meteen daarna beschikbaar op Disney Plus. Is in Nederland ooit op National Geographic uitgezonden. Dus de ondertiteling en alles is klaar. Ja. Maar we wachten nog steeds op de dag dat hij ook toegevoegd gaat worden aan de Disney Plus collectie. Ja, vervelend hè. <laughs> dus ik, uh, we, ja, we houden onze. Ik weet nu uiteraard. al dat uh, die um, uh, die special die gaat die ene quote. Uh, uh, bevatten uh, van Walt uit die uh, introductie uh, van um, uh, uh, het hele Florida project eigenlijk. Ja. Yeah, the, uh, the Heart project. of Everything We'll Be Doing. Volgens mij heb ik hem hier. Even kijken hoor. Of hij hem uh, ook pakt. Nee. The most exciting, the far, the most important part of our Florida project. In fact, in fact the heart of everything we'll be doing in Disney World Will be our experimental prototype city of tomorrow. We call it EPCOT. <laughs> E-P-C-O-T. E experimental prototype community of tomorrow. Yeah, ja, die gaat zeker oh, bij. Daar zegt hij wel community. Die is ja. die city. Ja, inderdaad. Ja. Grappig. Dat, dat Nog een keer, dus... Walt was fout. Dat was een van de laatste videoprojecten hè, die, die hij. Uh, het, het allerlaatste heeft. volgens mij, mij. Echt een paar dagen voor zijn dood heeft hij dit uh, als, als, opgenomen. Ja, een pitch om uit te leggen de, aan alle potentiële investeerders. En, en, investeerders, en, en ja. de, de bestuurder, volgens mij, in Florida. Ja. ja. Ah, mooi. Goed om het ja. even te horen. Uh, dat waren mijn nieuwtjes voor deze week ik ben um, uh, iets wat meer uh, nou ja imagineering gecentreerd ik wil zeggen parijs maar dat is niet helemaal waar Eén um, ding wel dat was vandaag ineens uh, een... hey kijk nou eens George uh, ja, uh, ja, de de grote zin, ja. baas van van Disney parken was vandaag in parijs en er is inderdaad een weinigje wat de foto geschoten <laughs> van hem en uh, Taserovalsky uh, met hun rug tegen dat, die control booth uh, waarmee alle projecties vaker, worden gedaan hè? ja, ja. En uh, nou ja, ik heb er ook al stickers van gemaakt. Ze en, uh, en uh, kijken allebei Captain niet heel this. erg vrolijk. Hij kijkt echt van. Uh, en zij kijkt echt alsof ze water zien branden. Ja. Uh, ja, alsof ze te horen krijgen, dames en heren, de drones gaan niet vliegen vandaag. Een beetje ja, zo'n zo zo, blik. Het is, er was ook wat discussie over in de het groep. Zal ook van, uh, het zal wel net dat ene moment zijn geweest dat die foto gemaakt is. Ja, en is dat ze net allemaal eventjes uitgepraat waren en die kant op keken. En, maar dat is het ding. Uh, ja. Cast members worden natuurlijk altijd gezegd lach, lach, lach. Want mensen nemen ja. constant foto's. En als je één keer niet glimlacht, dan krijgen ze die ene foto. Ja. En als je baas bent van Disney Parks en je, je weet dat je wordt gefotografeerd. Je weet ja. het. Misschien moet je dan toch. En ja, ik vond het vooral, en ik koppel het ook weer aan mijn tweede nieuws van vandaag, ...want ik toch denk: hé, hey, interessant. Uh, Joe Rody uh, is vandaag of gisteren aangekondigd, keert sort of, terug bij Imagineering om een paar uh, masterclass uh, workshops te geven aan de huidige generatie Imagineers. Ja. Joe Rody, legendarisch Imagineer. Uh, zijn grote project was Disney's Animal Kingdom. Uh, en, uh, en eigenlijk alles wat hij in zit, maar hij heeft bijvoorbeeld ook um, uh, de transformatie gedaan van uh, uh, The Tower of Terror naar Guardians uh, Galaxy, Galaxy, de Guardians of the Galaxy ja, uh, Mission Breakout, Mission Breakout, ja, in, uh, in Anaheim. <laughs> hij was als laatste of een van zijn laatste rollen was hij verantwoordelijk voor alle Marvel-projecten bij uh, binnen Disney Imagineering. Ja, dus vandaar dat hij uh, <clears throat> aan de Tower destijds had gewerkt. Exact. Expedition uh, Everest, daar is hij ook natuurlijk bekend van, dat hij ook op expeditie helemaal naar, uh, naar Nepal ja. was gegaan. En, uh, ja, hij was echt een spokesperson van, uh, van dat uh, project. Uh, ja, en, en hij zag er natuurlijk ook heel Eigen uit. uit. Ja. <laughs> Als hij op tv was of in in documentaire series, dan zijn hele oor hing vol met uh, hangt vol met uh, uh, oorbellen en en andere bedeltjes en dingetjes. Ja. Quite the character. Ja. Maar goed, die is op een gegeven moment weggegaan uh, en dat was uh, ik. Ik weet niet hoor, een beetje sentiment. Mijnerzijds, maar ik geloof wel bij meer mensen in uh, de Disney fan sfeer. Mm, het gaat bij Imagineering kijk zo wuh, dat hij ook niet van weet je. Voor mij was het ook niet meer. Allemaal in die periode Bob J. Peck nog uh, CEO aangekondigd dat Imagineering moet gaan verhuizen naar Florida. Ja. Weg uit uh, uit Glendale, Californië. Um, het was een periode dat de glans er een beetje vanaf leek. De, de, de Barbara Bouta, waar we vorige week of twee weken geleden over hebben gehad, die nu haar vertrek heeft aangekondigd, die was hoofd Imagineering, afkomstig van een beetje een, een, een algemene designfirm. Ja. Het, het miste dat Disney-exact uh, karakter en dat zal ook wel binnen Imagineering uh, onder de medewerkers uh, nou ja, um, gaan zijn dat gevoel. Bruce van is terug, hè? De de, ja. de 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 baas van Imagineering die het heel lang was, is het nu weer. Um, en dat ook Joe Roddy kan ik niet zeggen van no way dat ik bij jullie weer terugkom daar is denk ik gewoon een broer gaan door van op Rody van joh luister we willen echt stappen zetten ja en uh, ik vraag je niet om terug te komen te werken, in eerste instantie. Maar wel om, uh, ja, om, om je licht te schijnen op uh, dingen. En... Dit heeft Tony Baxter volgens mij ook gedaan, toch? Die is ook gewoon lang aangebleven als, 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 als informateur, sir, acteur, ja. Ja, ja. Ja. Inspirator. <laughs> ja. Dus ik, ja, en uh, met alle geruchten die gaan over mogelijke uitbreidingen. En Josh Mauro die weer even in Parijs komt kijken. Terwijl daar, nou ja... Niet zo heel veel. Ze twee is weken wacht in Parijs blijven. Want 12 april wordt wel een belangrijke datum blijkbaar. Gaat ze ook nog over hebben. ja. ja. Dus dat vond ik wel weer een paar tekenen aan de wand. Dat er misschien toch echt wel spannende, mooie, uh, serieuze dingen op stapel zijn bij, uh, ja. bij Imagineering. Hij is ook onlangs, uh, of niet onlangs, uh, vorige week werd, werd dat bekendgemaakt. Daar hebben we het denk ik ook nog niet over gehad. Omdat we de Pirates-aflevering hadden. Maar hij uh, wordt dit jaar. Uh, Gekroond tot Disney Legend. Ja, Joe, Joe Rodi. Ja, exact. Klopt, dus er zijn wat aankondigingen voor D23. We de namen uh, ja. de Disney Legend-titel uh, krijgen. Miley uh, Cyrus, weet ik uit mijn hoofd erop. Die zitten er ook hier. bij. staan totaal 14 mensen. Die worden toegevoegd aan het illustere gezelschap. Uh, onder meer Coppen is John Williams. Mm. Van, uh, nou, andere bekend van, uh, van Star Wars. Ben man anders een klusser? Imagineer Joe Rodi. Dat is een andere John Williams, sorry. Puppeteer, muppeteer en acteur Frank Oz. Ja, te gek. Dat was de rechterhand, heel grappig voor bij de muppeteer te zeggen, maar de rechterhand van Jim Henson. Waar Jim Henson uh, Kermit de Kikker deed, deed Frank Oz bijvoorbeeld. Um, uh, Fuzzy de Bear, weet ik het ja. maar. En volgens mij was Bert en Ernie ook. Die waren echt ja, ja. onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ik vind het echt te gek dat, uh, dat deze icoon ook uh, geëerd wordt. Acteurs Harrison Ford, nou, Indiana Jones en ja. uh, Hans Solo, Jamie Lee Curtis en Angela Bassett. Uh, Angela Bassett ook de, de stem van uh, Disney Imagineers, de, of uh, hoe heet het uh, de Engelse titel? Dat is de Nederlandse titel. De, de serie bedoel. je? Uh, op Disney Imagineering uh, story. story. Ja. ja. Die heeft zij ingesproken. Uh, filmmaker James Cameron, nou ook wel bekend inmiddels. Zeker. Uh, en animator Mark Henn die onder andere Ariel, ja. Belle, Mulan, Simba en Tiana tot leven ja, heeft. Mooie namen, mooie ja. namen. Dus uh, ja, Joe Rody weer uh, aan de slag in, uh, in Glendale op tijdelijke basis. Maar het, het gaf mij weer een, uh, een ja. En inderdaad, we komen zo meteen op dat uh, wellicht George Maro even blijft. Of misschien op een neer <laughs> nou troosten. Uh, ja, nou ja. ja, hebben we het zo over. Details inbox. Ja, we kregen weer een aantal uh, mailtjes die we even moeten behandelen. Um, Bart de Wit die stuurde ons een bericht. Na een geweldige reis in Anaheim en L.A. te hebben gemaakt, zat ik aan het volgende te denken. Er werd een aantal weken geleden verteld dat er bij Florivida, achter de schermen weliswaar, werd gewerkt aan een Aziatische Disneyreis. Zijn hier eigenlijk al updates over? Of is het nog te vroeg om daar inhoudelijk over te vertellen? Nou Bart, ehm... Um... Mocht je het hebben gemist, we hebben inderdaad... Uh, om, het is ook een, een persoonlijke wens van ons drieën. Uh, en we hebben het idee dat dat voor, voor meerdere luisteraars wel eens kunnen gelden. Dat okay, Parijs daarbij waarschijnlijk wel is geweest. Uh, Vandaaruit wellicht Walt Disney World als een makkelijke tweede bestemming om aan te vliegen. En Anaheim wellicht ook, want Amerika. Maar Azië, dat is best wel een, een onderneming. Mm -hmm. uh, waarbij Tokio misschien nog het makkelijker is dan China... Maar in die, je, je hebt, je hebt ja, wel ervaring met, met Tokio. Volgens mij is het met China wat lastiger met visums. Uh, Dat regelen. soort dingen, ja. Kortom, we hebben het hardop, uh, over, nou, ook wel eens hardop in de podcast over nagedacht. Wat nou als we in één reis kunnen zeggen: we tikken alle drie de Aziatische resorts af. Dus we gaan naar Shanghai Disneyland, we gaan naar Hongkong Disneyland en we gaan naar Tokio Disneyland. En uh, nou, wij kunnen inmiddels vertellen dat... Uh, kijk, van alle duidelijkheid, uh, Ralf is degene die bij Florivida werkt. <laughs> en, um, dus wij gaan nu eens een keertje voor zijn beurt praten. Ja, exact. Want <laughs> hij is er niet bij. Hij <laughs> heeft ons vorige week, uh, samen met Willem en Rick, zijn kompanen in, uh, in Florida, uh, op de hoogte gebracht van, uh, van de plannen. Wij weten nu... Uh, ja. Wij weten ervan. Er zijn plannen. Er zijn plannen. Something's cooking. En... Ze zijn toch wel echt concreet, toch? Ja, dus dat het kan, kunnen we het toch wel zeggen, ja. ja. Ik hou er rekening mee nu. Ik heb het in mijn agenda. Ja, ja, ja. Ik heb het thuis aangekondigd, jongens. Uh... Jij bent er niet? Ja. Oké, okay, oké. Okay. Dus, uh, heel goed. Nee, toch? Dus, um, beste Bart. We kunnen nog niet 100% hier alles. Uh, dit is het antwoord wat er heeft even. Ja. <laughs> nog iets te vroeg. Maar we kunnen zeggen, dat zijn wij. Dat we de plannen echt aan het afronden zijn. Dat is nog heel even geduld, maar something's Cooking. Oh, dat was zijn quote. Dat okay. was zijn quote, ja. Ja. ja, ja, ja. ja. Uh, uh, mocht je een bericht voor ons hebben, er is een contactpagina op dcpteels.nl en ook via social media. Um, een lang bericht ook van Wart. En Wart ja. stuurt onder meer. Uh, ik ben slechts één keer in een Disneypark geweest, maar dan wel weer in Anaheim. Oh, wauw. In december 2019. En. Um, ja, en daar hij is gaat toen over. Hij is toen met een. Uh, wij hadden het een aantal weken geleden over die tramlijn die ze aan het. Uh, Uitzoeken zijn voor Anaheim vanuit ja. Angel Stadium of het, het, het treinstation naar het Disney Resort. Um, en hij had het erover dat hij is met openbaar vervoer toen naar naar Disneyland gegaan, onder andere met een busroute vanaf het station direct naar, naar Disney. Uh, het is prima te doen om met de trein naar de Disney parken te gaan. Er is wel ruimte voor verbetering. Kan echter nog uh, veel gewonnen worden met de verbetering van de huidige busroute en dat kan ook veel sneller door het aanleggen van een tramlijn. Dat is uh, zijn conclusie. Vervolgens, uh, wel heel goed dat we dit soort luisteraars hebben. Want hij, mm. uh, hij nam gelijk in een e-mail een aantal uh, uh, punten, uh, rectificaties nam die, uh, nam die mee. Um, een goed, hij had het even over de, de remake van Tomorrowland. Hij zegt, een goed uitgevoerde retro-futuristisch gebied... zou Tomorrowland weer in zijn oude glorie kunnen herstellen. En mensen kunnen vervoeren naar een tijd dat de toekomst nog rooskleurig was. En uh, dan heeft hij het onder andere over uh, de mogelijke... Volgens mij is het inmiddels wel redelijk van de baan, maar de overname van Apple, van, van Disney door Apple. Ja, dat weet je nooit helemaal zeker of het echt van de baan is, denk ik, heb ik het idee hoor. Het, kan het is even altijd... weer rustig. Ja, Op dit ja. moment gaan de verhalen iets minder hard. Laten we daar bouwen. Mocht Apple Disney overnemen, wat zou Apple kunnen toevoegen aan een Tomorrowland, zouden zij het als showcase kunnen neerzetten en up-to-date houden? Dat is misschien wel iets leuks voor ons om over te mijmeren, om het over te hebben? Ja. Ik. Uh... Ziet u wel wat opties? Dan ga je echt weer een beetje terug, misschien, naar het oude oer-idee. Van uh, hoe ziet de toekomst eruit? En dan kan Apple constant eigen producten daar, uh, daar pushen en, uh, en, en laten zien en horen. Ergens ga ik ook wel een beetje mee in um, een meer tijdloos ja. wat, wat ze met Discoveryland hebben... Uh, toch nog aardig ja, is, gedaan in Parijs. Dat is volgens mij wat... wat uh, waar Wart ook naar, uh, naar refereert... met dat retro-futuristische. Dat is ja. een beetje dat jaren 50... Uh, Jetsons de build... op een loopbaan. Ja, de Jetsons Loopband. noemt hij ja. ook. Ja. Uh, helaas zijn de Jetsons van Hanna-Barbera... dus van, van een concurrent. Uh, maar Incredibles was ook een beetje in die stijl. Dat is wel toekomst, maar ja. toch in de jaren 50... Ja, toekomst. Dat zou, dat zou, ik zou Incredibles wel een mooie match kunnen vinden... maar ja die zit die natuurlijk zit al, al, al in, uh, in DCA... Ja. En jammer dat uh, the Robinsons eigenlijk geen succes was. Want qua sfeer ja. klopte dat ook eigenlijk wel heel erg. Die hadden ook al een uh, Space Mountain in hun stad. Ja, <laughs> exact, exact. Misschien dat het nieuwe Tokio-aanpakte uh, dat wat kan zijn. Dat hebben we het al over meer gehad. Uh, ja. Achter. Ja. We hebben het laatst wel een keer over gehad. Mijn mening, althans, is ook wel dat uh, eigenlijk de hele Tomorrowland zoals het er nu is, het kan eigenlijk echt niet meer. Er zit zoveel. Uh, compleet overbodige infrastructuur van de People Mover, ja. die daar zat weg te rotten. Die heel grote uh, Carousel of Progress uh, Theater, waar nu uh, een, een, een bar staat voor, uh, voor DVC-members. Uh, uh, ja. ja, het is. Wat heb je daar eigenlijk? Alleen. Startups, maar dat is ook een beetje over de of, of, Is uh, bogig ja. vanwege uh, Galaxy's Edge. Wat aan nou, de andere kant van Space apart, Mountain ja. is een succes. Nou, dat Space kan Mountain nog? nog. Ja. Uh, dan heb je Buzz Lightyear, wat ook al een beetje achterhaald begint te raken met, met Romania En met uh, uh, Webslingers aan de overkant. Mm -hmm. En Autopia, ja, dat was toen in 55 was het, holy shit, ja. een snelweg was heel wat nieuws. En ineens mochten de kinderen in de auto in in, in Californië, waar auto's super uh, onderdeel waren van de cultuur. En nu ja, het is leuk. Maar het, het vreet ook een ruimte. Dat geldt voor Parijs ja. net hard. Sure. Dus volgens mij heb jij die ook gezien, want je had het er uh, vorige keer over. Een filmpje over uh, Avatar, wat de A Avatar Experience of Avatar Land, wat naar ja. Tomorrowland of naar uh, Disneyland in Anaheim gaat komen. Waar moet dat geplaatst worden? En was er iemand die. Uh, had helemaal die baard uh... Uh, ja. ja, Die had helemaal uitgetekend. Nou, ik denk dat het uh, wel op, op de plek van de lagoon zou kunnen zijn en dan zou zelfs de submarine lagoon gewoon nog kunnen blijven, maar dus dan daar achter bovenop ja. die uh, uh, showbuilding, daar zou uh, uh, Pandora gebouwd kunnen worden. Want dat is een heel groot stuk grond wat nu eigenlijk helemaal niet gebruikt wordt. Omdat daar uh, nou het enige wat er uh, gaat zijn de submarines en de, en de monorail en een stuk oh nee, Utopia natuurlijk ook. Ja, dan zou Topia verdwijnen. Uh, en dan zou dat gebruikt kunnen worden voor, uh, voor Avatar. Uh, het zou zomaar kunnen. Uh, volgens mij is dat stuk grond ook al wel eens aangemerkt geweest voor Galaxy's Edge. In een van de plannen. Ja, uh, volgens mij. Ook. En ze hebben nu heel veel natuurlijk aan de linkerkant van het park. West. <laughs> West. Noordwest. <laughs> ja, ja. <laughs> daar hebben ze heel veel uh, uh, uitbreiding gedaan. En ze zijn ook met het hele uh, uh, Disneyland Forward project. Ook weer aan de westkant van, van de beide parken aan het kijken. Dat stukje aan de oostkant. Ja. Tomorrowland. Ja. Het, het, ik heb echt wel het idee dat op het moment dat bijvoorbeeld Disney het voorbeeld echt, echt ontwikkeld is. Dat, dat ze zich kunnen permitteren om Tomorrowland dicht te gooien. Want qua capaciteit ja, staan er wel een paar vreters. Dat ze dat echt ook wel zullen doen. Ik kan me niet voorstellen dat er, dat er niet iemand ook bij Imagineering denkt. Oh, wat een doorn in het oog is dit. Ja. Maar, Volgens mij is ook... Uh, de people-movie onder andere is al heel lang en door in het oog van heel veel Imagineers. Het ja. is gewoon te, te kostbaar om dat te fixen. En het staat er maar. Het staat, het staat ja. in de weg. Dat het, nee, het geeft schaduw. Dat heb ja. je, ja, je ook wel nodig ja. in een harem eigenlijk. Details nieuws uit de parken. Disneyland Parijs. Ja, Jij zei net al, uh, Jorn, Josh uh, Samaro vandaag in Parijs. Zou die twee weken blijven? Uh, want het, we nemen deze aflevering op op dinsdag 26 maart. En uh, inmiddels is aangekondigd op 12 april, als Disneyland Parijs officieel 32 jaar oud is. Ja, dat klopt, Ja, 92, 2024. Mm -hmm. Wauw. Um, is er een event voor media, fans en castmembers? Um, uh, Insiders is weer uitgenodigd. Uh, het, uh, de aandeelhouders officiële de aandeelhouders, inderdaad ook. Er zijn meerdere events waar je op kunt intekenen om uh, bij te zijn. Uh, er is een, 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 uh, een concert uh, wordt er gegeven. Met onder andere ook muziek van uh, The Lion King. Dus met denken: mm. like, hoi, Er ja, 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 ja. Het is een, uh, uh, een speciaal uh, openstelling van Studio 1 om afscheid te nemen van Studio 1. Uh, omdat die binnenkort zal sluiten. Een van de weinig keren dat er nu officieel ook wordt ja. gecommuniceerd dat dat dus weggaat, wat daar nu staat. Hebben dus ze officieel dus ook... nog niet echt gezegd, toch? Nee, volgens mij was dit echt de eerste. Ja. Er staat sinds een, een paar maanden. Geheime. Al wel op de site uh, een soort van, hey, binnenkort gaat dit veranderen? Zoiets? Ja, er staat al, uh, volgens mij, uh, gewoon op, als je tickets koopt van de studio, de studio's zijn in, in groots onderhoud. Of ja, de ingang sorry, is een kleine is notice, zoiets ja, was Zo was het. Ja. Maar dit was voor het eerst echt, waar zeg, hey, we gaan afscheid nemen van Studio ja. 1, want in deze vorm verdwijnt hij aan het eind van april. Oké, okay, weten we dat ook weer. Ja. Um, uh, en een preview van het uh, Alice in Wonderland uh, uh, stunt show gebeuren. Ja. Allemaal uh, op 12 april en al een poosje vragen wij ons ook af of 12 april of D23 de plek zal zijn waarop een deel of wellicht meer grotere details bekend worden gemaakt over de, ja. de toekomstige plannen. Wat we nu weten is dat er een meer komt en een restaurant en een Tangled Flat Ride en natuurlijk Frozen Land. Dat weten we. Dat, dat, is, dat is allemaal ook officieel zien. ook aangekondigd. Derde land is nog steeds officieel. Niks over gezegd Terwijl sinds... Op de bouwhekken staat nog steeds, de grote concept art met een, een, een Galaxy's dus, Edge. Ja, ja. Hebben en... ze ook nog niet weggehaald? Of en iets dat zeggen ze dus ja. ook erbij, dat op 12 april je wordt uitgenodigd om voor het eerst nieuwtjes te horen over de spannende toekomst van het resort. Projecten waar we mee bezig... druk mee bezig zijn en wat er aankomt. Maar dat zou ook kunnen zijn, nieuw concept art van het restaurant. Wat we ja. al weten dat er komt. Hè, het, ja. dat, dat hebben ze eerder gedaan. En dat kan interessant zijn dat je nieuw concept art te zien krijgt... van een gebied waarvan je al weet, dit komt eraan. Het kan ook zijn dat ze dan zeggen... Hey, by the way, Lion King Land komt eraan. Pride Rock vanaf 2027. 20, ja. <laughs> maar het kan ook zijn dat ze dat bewaren tot D23. Ja, um, met een grote maquetten en, en concept art. En, en het kan en, ook beide zijn. Dat ja. je één klein concept artje krijgt op 12 april... en de maquette bij D23. Een warm maakertje en dan... Ja. Ja. Ja, wat, wat, denk, ja wat, 12 april, wat denk jij Als ze slim zijn, het is een publiek geheim. Voor, voor mij weet iedereen al dat het, de, Die in de fancommunity zitten, die weten allemaal wel dat er wat gaande is en ja. dat er wat speelt. En met er het zijn het line echt king, mensen die relatief. met de hoge voor hadden dat liking een sure thing is. Ja. Dus als ze slim zijn, pakken ze hun eigen moment op 12 april. Want dat is echt een, uh, een verjaardag die ze elk jaar vieren. En dat, dat doen ze ook nog ja. stevast. vast. Uh, andere resorts doen daar veel minder aan. Ik denk dat je sowieso dan de Europese pers makkelijker meekrijgt. En daar moet je het uiteindelijk ja. van hebben. Want dat in, in, in Californië, de, de, de bezoekers van die 23 zijn vooral locals en Amerikanen. Die zijn eigenlijk alleen maar geïnteresseerd in wat krijgen we in Disneyland, wat krijgen we in Walt Disney World. Ja. Alles wat in andere parken is. Ja, leuk, maar waarom krijgen zij de liking? Waarom krijgen zij een drone show? Ja. 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 Uh, dus daar doe, je, daar doe je het niet voor, het publiek. Uh, maar goed, aan de andere kant, we hebben ook wel eens een hele rare aankondiging gehad over... Wat was het? Uh, Space Mountain? Wat uh, Hyperspace Mountain werd op, op D23 Japan of zoiets? Ja, zoiets. Dat was een heel gek ding. In Japan een, een, ja. uh, een, een versie van uh, D23 en daar was iets voor Parijs aangekondigd. Dat we ook zoiets hadden van, hè? Als je op de grote D23 echt gaat uitpakken met zoiets belangrijks als Lion King Land... dan zal het echt wel een paar Europese outlets bereiken. Maar het ja. zal zakelijk de fancommunity zijn. Het, dit het, is... Je, je moet het hebben van je Europese bezoek. En die pak je denk ik ja. het zelf makkelijkst in als je zelf de regie in al hebt. En die dus uitnodigt en wind en dine op 12 april bij zo'n event. Tenzij uh, Parijs niet het enige park is wat een Lion King land krijgt. En ze bijvoorbeeld uh, Animal Kingdom erbij betrekken. Ja, en ze het kunnen daar gaan andere combineren. Dingen komen, ja. Maar goed, de, 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 de 60 miljard waren al vaker over... Uh, officieel door hogere management van Disney Disney uh, opgehint is van nou dat gaan we uitgeven dat komt de echt de komende tien jaar dat gaan we investeren het eerste deel daarvan dat gaan we zien op D23 dat moet wel ja dat maar of het ook. dan Parijs er zijn meer of... dingen die nu spelen waar we ook zo ook op komen voor bijvoorbeeld uh, Orlando ja ja Um, het is ook gewoon een heel sterk wishful thinking. Ik hoop dat we eindelijk in 12 april, want dat is al over twee, drie ja, weken... Ja, dat we eindelijk dat we meer weten. Ja, ja. Ja. Je hoort in de fancommunity steeds meer mensen zeggen... dat ze uh, geen enkele twijfel meer hebben over Lion King. Dat dat 100% uh, uh, sure is. En ook steeds meer mensen die zeggen dat Star Wars Land... achter Discovery Land in het Disneyland Park is ook een zekerheid. Maar ik kan me niet dat... voorstellen dat we dat al te horen krijgen. Even, de, um, alle, even context te scheppen. Uh, ze waren bezig. Uh, 2018, grote aankondiging: 2 miljard gaan we investeren. Daar krijg je drie nieuwe landen voor. Marvel, Frozen, Star Wars. Star Wars. Star Wars. En een meer. Ja. En volgens uh, corona, onder andere, en, en uh, alle bouwwerkzaamheden. Marvel is opgeleverd. Frozen en het meer zijn ze nu druk mee bezig. Ja, zonder corona was Frozen nu al klaar geweest. Ja, Star Wars is langzaam van het plan verdwenen. wordt gewoon niks meer over gezegd. Uh, werd niet meer in de persberichten en alles meegenomen. Dus da daar was gewoon discussie over. Intussen waren ze bezig met... oké, okay, we moeten uh, dat hele park onder handen nemen. Uh, World of Pixar, het entreegebied, um, uh, het stuk bij uh, studio... Welke is dat? Studio 3? Um, van het oude cinema ja, Ja, de een Theater District. Ja, het Theater District, inderdaad. Um, toen... Um, Gebeurde er van alles bij Walt Disney Engineering. Bruce Vaughn werd naar binnen gehaald. Alle projecten internationaal, naar verluid is het allemaal, werden stilgelegd. Investeringen werden even gestopt. Er werd opnieuw gekeken naar, oké, okay, wat, uh, wat, wat ligt er op tafel? Waar zijn we mee bezig? Is dit allemaal Disney-waardig? Uh, voldoet het aan de kwaliteit die we neer willen zetten? En we gaan in de komende tien jaar die 60 miljard dollar ja. investeren. Wat kunnen we met potjes en budgetten en hoe kunnen we dat verbeteren? Dat is allemaal nog redelijk recent. Dat is allemaal ja, we afgelopen, jaar, in afgelopen jaar <laughs> ja. gebeurd. Dus is 12 april al veel te vroeg om daar dan nu al aankondigingen over te doen? Zijn die plannen al wel helemaal ja helder? Goede en... vraag. Ja, dat we hebben echt, wat dat betreft, echt zoveel pech op rij in prijs als het komt ja. van. En nu gaan we, hè, want in wat je noemde net al, 2018 was die grote 2 miljard aankondiging. Dat ik tot 2024. En 20 20 20 we, 2025 geloof ik. Ja, en toen liepen wij Eindelijk, hè? want ja. daar, al een paar jaar daarvoor was uh, dat Amerika uh, Euro Disney had overgenomen. Dus ineens dachten we, hey, we hoeven niet meer te wachten op ja. goedkeuring van de banken. Was in 2017 afgerond geloof ik. Ja, zoiets. Ja. En toen kwam die grote aankomst. Toen dachten we, nou, eindelijk gaan we meedoen. Eindelijk wordt ons park serieus genomen. Corona was uh, een, een klap in het gezicht. Daarna ja. alle ontwikkelingen binnen de company in de engineering. En, en we daarom het is. Dus Terwijl aan de andere kant, want uh, oh. wij zitten al heel lang te wachten met, met smart op uitbreidingen en nieuwe attracties en dat vindt iedereen tof. Ze hebben al best wel veel geïnvesteerd, maar aan de andere kant, heel de wereld kijkt ook mee hoe ze in Parijs de entertainment Want entertainment is top nog op de kaart aan het zetten, zijn. absoluut. Ja, ja, nee, 100% waar. Dus dat, het is uh, niet alleen maar negatief. Hè? Nee, 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 alleen als het gaat om echt, echt, echt uh, stijgers en bouwwerken, ja. we trekken we nu al heel lang aan het korte eind. Ja. Um, ja, en, en, en ook een reden om aan te nemen, mocht je het echt even hebben gemist, waarom Star Wars niet door zou gaan, is dat de Galaxy's Edge gebieden in Amerika toch niet dat hebben gedaan wat uh, men ervan had gehoopt. Belangrijkste reden lijkt omdat er weinig herkenbare karakters in zitten. Ze hebben ervoor gekozen om de derde trilogie als uitgangspunt te nemen, dus Kylo ja, Ren in plaats van Darth Vader dat, maar ook nog eens een keer een gebied wat ook in die derde trilogie helemaal nergens nee. voorkomt. Het is een compleet nieuw nieuwe wereld binnen de het universum van Star Wars, maar niet... Waar uh, je de Harry Potter gebieden van Universal binnenstapt, stap je, je in, stap in de film. Waar je Carsland binnenstapt ja. en DCA, stap je in de film. En hier ja. heb je een gebied wat wel de sfeer ademt, maar niet je denkt, holy shit, ik ben hier. Ja. Het op alleen het moment als je de Millennium Falcon ziet staan op een plek waar ik nooit eerder heb gestaan. <laughs> in de dat wel. Ja. Uh, dus dat was een reden om het aan te nemen. Uh, het, het, uh, en uh, wat je ook wel eens hoorde, uh, vanaf dag één was in het concept art al wel duidelijk dat het een kleinere variant van Galaxy's Edge zou zijn. Ja, en met er maar zijn één van de twee attracties. Ja. ja. En er zijn nu meerdere uh, uh, momenten ook geweest dat we gezegd: Imagineering wil daar nu een keer van afstappen. Van de hele tijd maar zo'n zo half-half uh, project in uh, Parijs opleveren. We gaan nu echt iets groter en de als we de geruchten mogen geloven over wat er aan Lion King uitkomt, schijnt die echt mindblowing te worden. Ja. Maar dat is toch maar Wij te zien. weten nog helemaal niet wat Want we er... officieel ja. nog uh, horen wat er komt. Oh, 12 april, <laughs> dus uh, hopelijk is Josh er dan ook bij. Of uh, dat hij uh, vandaag de laatste uh, 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 plannen heeft gezien en heeft gezegd, ja, uh, yeah, let's do dat. Hoe duur zou een, uh, een suite in het uh, Disneyland Hotel zijn voor, uh, vanuit de businesskaart? Uh, ik denk dat hij gewoon uh, zegt, weet je wie ik ben? <laughs> en gewoon naar binnen loopt. <laughs> ja. Even mijn gezicht te scannen en is hij binnen. <laughs> Zou hij ook het Studiospark hebben bezocht? Ik vraag me af of hij dat überhaupt wel ooit gezien heeft. Of die gewoon een ja, hele, uh... de vorige keer liep hij met Bob Iger oh, daar. Waar. Toen ja. hadden ze Bob met zijn Starbucks koffie... Uh, die foto krijgt die ook een vrouw en waar is de ingang ja je bent er al voorbij nee het is daar ik begrijp dat het daar Schuttingenland is want er wordt nu echt aan alle man met mannen maar gewerkt aan bijvoorbeeld een opnamebeurt voor voor crosscoaster is aan de hand oh ook nog eens. ja de fake Hollywood Boulevard wordt onderhand genomen en wordt nu eindelijk opmanteld ja maar ook wat je net al zei, het entreegebied, uh, als je Studio 1 uitkomt, je kunt nog op Studio 1 nu, heb je links en rechts gelijk schuttingen, want uh, daar wordt alles plat gegooid, de partner is bijvoorbeeld al weg, omdat uh, daar nieuw groen wordt ontwikkeld voor het nieuwe entreegebied. Ja, wat en als ik... dan Studio 1 dicht is, omdat ze binnen in Studio 1 van alles gaan verbouwen, dan worden we om Studio 1 geleid op een plek wat ze nu al... Wel, dat is een klein stukje backstage tussen ja. uh, 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 het... Er is een naam voor. Dat, het Cinemuziek Theater. Dat heeft een. Maar goed. Is het dat een studio vieren? Is dat studio? Ja, zou wel kunnen. Maar tussen dat uh, gebouw en studio 1, daar zit een heel smal uh, uh, gangetje, een paardje. Uh, met een klein stukje backstage. Dus dan kom je onderaan uh, de Earful Tower uit. Dat gaan ze onder andere opengooien. als standaard ingang voor de rest van Schuttingenland. Ja, dat wordt ook lachen. <laughs> Want dat is nu de entree, oké, okay, snap ik. Ik begrijp trouwens wel uh, het sentiment van uh, Ali op, uh, op X, dat uh, die kijkt naar de schuttingen nu en zegt dat het gaat wel veel sneller dan eigenlijk gepland. Ja, het is nu echt een, een, een woud aan schuttingen, maar um, uh, laten we eerlijk zijn, uh, maar... dit schiet goed, lekker op. Ja, het is niet goed, niet slim gepland, want we hebben natuurlijk de Olympische Spelen deze zomer in, in Parijs 2024. Nee, dus, dat is uh, drama. Dat gaan we niet Ik denk dat ze de, dat gewoon weggooien weggegooid. Bouwput. ingecalculeerd. Ja. Dat is toch dan maar jammer. Ja. Maar zou hij ook bijvoorbeeld een blik hebben geworpen op uh, de backdrop van, uh, van Pixar, uh, de fotolocatie? Wat er nog hangt. Wat wat hij toen studio was, weet je nog? Mm -hmm. oh, dat, hoe, maar hoe kan. Dus je hebt daar, dat was ooit toen de studio open ging. Uh, zogenaamd de entree richting Toontown. Dus je zag ook toen Studio in, in spiegelbeeld boven de poort, want je was in, in de studio. Je was ja. eh, uh, met ook zo'n beveiligingshokje waar af en toe ook altijd de verf afbladderde. Toen het Pixar Place of World of Pixar, sorry, World of Pixar, hebben ze daar een backdrop van gemaakt met een, een, een platte, geschilderde, wolkenkrabbers, waar allemaal totaal niet Pixar met elkaar verbonden Pixar figuren uitkijken. Ja. Ja. Dat je dan denkt: hm, oké. Okay, in een best wel allemaal in dezelfde stijl, maar ja. in een aparte stijl. Niet, niet... niet zoals je uit de film kent. Niet zoals je uit de film kent. Nee, Beetje dat je een gestileerde, uh... getekende film ja. Dat je denkt, de uh, 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 stijl, oké, okay, okay, uh, stijlkeuze, dat kan. Uh -huh. Maar. Um... <laughs> Eigenlijk al binnen een paar weken begonnen die stickers los te laten. En zag je overal randjes en zo. En ze hebben onlangs yeah. een renovatie gedaan, die is afgerond. Maar het is nog steeds. Het, het ziet er niet. Er zijn van die uh, Imagineering Meme accounts, Imagine Meme. Die maken daar een foto van en die zetten daarbij Premium Destination. <laughs> <laughs> ja, maar, maar hoe is het mogelijk dat, dat, yeah. dat, dat je dat zo? Toch? Dat ja, kan ik, toch ik, niet? Je moet even door, door de pijn heen, als ja, maar, je uh, 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 mooi wil worden. Ik ja, snap maar, het. Maar dat maar is het een kwestie is... van schuttingen neerzetten. Maar als je dan ja. dit achter een schutting vervolgens laat ja, zien, ja, dat is waar. Oh, ja, dat, ja, ja. dat vind ik ja, is waar. echt niet oké okay, hoor. Dat is echt heel schandalig. Dus ja, uh, nou, goed. Parijs. Ze dus um, geven ook geen korting. Nee. Dat doen ze niet, hè? Nee. nee. Het, zou wel, uh, het zou wel netjes zijn. Ja. ja. En dan was er was ook weer een uh, Pas-Annuel. Een avond voor Japashouders. Uh, geruchten, uh, geruchten beweren, wellicht de laatste, want het aantal Japanshouders is uh, ja, kennelijk flink ja. geslonken. Sinds ze die wijzigingen hebben doorgevoerd en de prijs hebben verhoogd. Ja. Ja. En het aantal hebben weggenomen. Ja, ja, ja. ja, ja. Uh, Trash Night viel letterlijk in het water door Heel wat regen, maar er was ook weer uh, steen en been op uh, social media van bezoekers dat het uh, organisatorisch niet best zou zijn geweest. Ja, dit was, uh, was weer een, een hunt, een treasure hunt. Waarbij ja, dus, je wil overal uh, aanwijzingen vinden volgens mij. Ja, letters geloof ik in elk land uh, moest je zoeken en dat vormde dan een woord. Uh, en daarmee kon je, ik weet eigenlijk niet of wat je erop kon doen. Een pin, weet ik veel. Ja. Maar je zag al foto's van, uh, het waren gewoon echt uh, van die gestenselde papiertjes in, <laughs> in, een, in een insteekhoesje. Die hebben ze opgehangen. <laughs> waar Karlsberg met een zakland dan moesten wijzen, anders kon je ze niet zien. <laughs> Het logo was een, een, een blatend rip-off van uh, uh, Harry Potter, van Zwijnstein yeah. van, van de vier uh, afdelingen van die uh, van, uh, van school. Ja, yeah. en de, de, sommige mensen waren al boos eerder weg. Uh, die hebben kennelijk wel een mooie finale gemist. Uh, er was ook een speciale parade, die werd door de regen gekend. daar kan Parijs ook weinig gaan doen, dat weet ik ook wel. En wel weer heel veel uh, unieke characters. Ja, dat ik zag een paar positief. mensen uit uh, to Tomorrowland uh, voorbij. Uh, of Tomorrowland, oh, uit uh, uh, Meteor Robinson, sorry. Welke? Meet the Robinsons. Oh Robinsons. De... Ja, ja, sorry. Ja, niet de Robinsons. Nee, Mietropolis <laughs> stond ik nee. Nee, Miet Robinsons. Dus ja. Dat dan weer wel. En ook de Sultan het Aladdin bijvoorbeeld. Ja. Ja, leuk. Maar wil je dat het gewoon weer Dat waren allemaal karakters die ze allemaal in Parijs hebben. De kostuums hebben ze gewoon liggen, maar die ja, nooit zijn niet nee. populair of uh, die, die komen nooit naar buiten tenzij dat was Lange tijd, tenzij die. de, de, Als de sultan kwam, pins, ja. of sultan toen hij nog aan de was. Ja, ja. <laughs> dat was ook altijd zoiets bizar. Dan ineens was het hele park weer glimmend en opgepoetst die Jessica Rabbit. Ja hoe, is, ja, hoe is iemand die ooit kunnen goedkeuren? Dat is toch het, 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 het is gewoon alsof er een een porno opblaaspop ineens uh, door party. is het die, die hele discussie van wanneer gebruik je een face-character, dus zonder masker, en wanneer <laughs> gebruik je een, een masker voor een voor een karakter? En wanneer kun je best beste gewoon een, een blinde geleideloon uh, me meenemen? Ja, dat kon echt niet. Nee. Dat nee. is toch ook met uh, hoe heet die de um, uh, bad guy uit Princess and the Frog? Daar hebben ze ook een versie van met een masker. Ja. Net, en, en de Fairy Godmother ook. Als ze net niet een oh, goede acteur oh, of actrice oh, ja. hebben, oh. dan, dan loopt er iemand met. Oh, doodeng. Haast zo'n plastic feestmasker gewoon uit een. Dood en doodeng. Feestwinkel. Ja. Nou, oh, maar die Jessica Rabbit, hoe hebben ze dat ja. kunnen, kunnen goedkeuren, joh? <laughs> oh, wat erg. Ik zit nu weer naar foto's te kijken. Oh! <laughs> I'm not. Wat zei ze nou? I'm not bad, I'm just drawn, I'm that, just way. drawn that way. I'm just drawn that ja. But don't get me started about my character costume. Oké, okay, uh, Parijs. Josh, ik hoop dat je heel veel aantekeningen hebt gemaakt. En dat je de volgende keer met een grote glimlach staat. <coughs> uh, ja, we hebben Enheim uh, één ding. Kunnen we misschien overstaan, want het gaat over Critical Country. Ja, Even dat benoemt toch? een soort van uh, behandeld, ja. Dus laten wij gaan naar. Details, nieuws uit de parken: Walt Disney World. Want wat wordt er dan aangekondigd bij D23? Ja, we weten het nog steeds niet officieel. Maar wat wel nu gebeurd is, is dat er een, groot, uh, een vergunning is ingediend... voor een groot bouwproject voor Animal Kingdom. Ja, en dan gaat het hoofdzakelijk om een, uh, uh, een, 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 een aanrijroute eigenlijk... voor bouwverkeer richting uh, wat nu nog Dynaland USA is. Ja. En weet je nog, die vorige D23, dat Josh DeMaro op het podium stond en zei... Maar stel je nou eens Wat we zouden kunnen doen! Ja, ja, ja. ja. Nou, we zouden bijvoorbeeld... Daar heeft hij onlangs, afgelopen jaar, nog een keer aan gerefereerd. Aan ja, die, aan die, 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 schets, die, die blue concept. sky. Uh, ja, ja um, de, de, de twee dingen die het meest uh, bij mij zijn bijgebleven... was uh, Beyond uh, Frontier. Dus wat, wat kun je achter Frontier Magic Kingdom in The Magic Kingdom ja uh, Dat leek een beetje villainsachtig. Beetje Coco zagen we volgens mij ook. En, ja. Maar heel vaag. Coco vooral, weet ik nog. En inderdaad in Animal Kingdom een paar zaken. En, en Kanto. Encanto. het huis van Encanto. Ja. en uh, Indiana Jones. We hebben in uh, in Dinoland U.S.A. al sinds opening dat was uh, eerst uh, dinosaur heette die volgens mij ook erg, omdat het toen een film was. Uh, nee, e e e extinction Countdown, to, Countdown to, extinction. to extinction. Ja, want er was een film in de maak, maar die was nog niet. Die kwam pas in 2000 of 2001 kwam die uit. En de, uh, Animal Kingdom is in 98 geopend, dus. Ze hadden daar nog geen, uh, geen karakter voor, maar ze wilden wel meeleven op de populariteit van dinosaurus in de jaren negentig. Ja, en dus die Park. film die een gigantische hit zou worden, want hey, hallo, we zijn Disney. Tuurlijk. Uh, wat uiteindelijk niet gebeurd is. En nee. iets van twee jaar later uh, <laughs> is die attractie uh, uh, aangepast. Dan hebben ze wat karakter. Dus de, een aantal animatronics veranderd in de karakters uit de film. En ze hebben de naam veranderd naar Dinosaur. Yes. Dus um, uh, die attractie is... Eigenlijk een kloon van de veel geprezen Indiana Jones-attractie. En de Temple of the Forbidden Eye in Disneyland Anaheim. Ja. Die is 30 jaar oud het jaar. We hebben hem weer gereden afgelopen voorjaar. En het is echt een van de allerbeste attracties die Disney ooit heeft gebouwd. Uh, het zijn van die, van die, uh, ja, je, je stapt in een Jeep. Die, Enhanced Motion Vehicle. Dat was een EMV. En je hebt het idee dat je over heel hobbelig terrein rijdt, en over die. die touwbrug uh, over een ravijn, maar ja. eigenlijk zit je heel soepel. Dat wagentje <kijntje> rijdt heel goed. Maar ja, dat? het is een. Uh, je rijdt gewoon op een gladde weg en het is eigenlijk testtrack. Dus het, het idee van uh, we hebben een, uh, een, een sleuf in de weg en daaronder zit je je, uh, je je motor en die die trekt gewoon het karretje naar voren. Met daar bovenop um, een, een simulator vliegsimulator, A la Tours. Star Tours, dus start -tours en testtrack, die twee woop, bovenop elkaar, uh, waardoor je dus zit op een zo'n beweegbaar platform van Star Tours. maar je rijdt gewoon op een vlakke weg, maar zij kunnen hem ja. helemaal laten hobbelen voor jou op ja. gevoel. Dus je rijdt over uh, heuvels en hobbels en, 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 en nou, ik zei, uh, bruggen die uh, half van het instorten zijn. Oh, moet ik even mee uitkijken als, als we dit zeggen? Oh, ja, ja, ja uh, hallo Baltimore. <laughs> 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 van is dat, hè? Hey. Quart, ja, crazy. Um, maar wat Indiana Jones daarbij heeft, is een waanzinnige aankleding met ongelooflijk ja. grote decor. Als je voor het eerst die die, die grote hal binnenkomt waar uh, die die die, die skull met, met met de de lasers en vuur ja, en, de, en lava. de muziek en de setting wow. en gewoon het avontuurlijke en oh. tempels wat Indiana Jones al met zich meebrengt, dan kijk je past ogen uit. Super daar. Ja en exact diezelfde ride, maar dan met heel veel donker en af en toe Dat gaat er een lampje uit. aan en boe, een een dinosaurus. Ja. Dat is dinosaur. Ja. Het schrikeffect is absoluut. Heel effectief. Ik schrok me de allereerste keer best wel heel erg dood van die... Uh, Volgens mij de Allosaurus of zo. De, de, de grote T-Rex-achtige ja. dinosaurus die achter je aangaat, Want er zit een animatronic in die echt best wel spectaculair is. Die dus met je meeloopt en achter je, je wagen aan, uh, ja. aan loopt. echt gek. Ja. Maar toch is de algemene indruk... Ja, beetje de, de, wat, wat, wat kunnen we met de Indian Jones soort... als we de lichten uit doen niet zo'n groot decor over neer te zetten? Je merkt dat je, dat je bij zo'n attractie ook gewoon. Uh, het is een dark ride voor, met de naam dark. Nadruk op dark, dat is een dinosaur geworden, maar je hebt toch wel licht nodig om een beetje te zien ja. waar je doorheen uh, rijdt. Nou, nu gaan er dus geruchten uh, dat uh, Dino Land zou kunnen worden omgetoverd tot Zuid-Amerika. Want Encanto mm. speelt zich daar af. En daar zien we niet zo heel veel van, behalve dan ja het dorp en het, uh, en het huis van de familie, maar wat zou dat dan qua right moeten worden? Dat kan alle kanten erop. En dinosaur gereviewed naar Indiana Jones met een tempel. En ja, weet dan, je, dat is uh, die die hebben we in <laughs> feite al. Ja. Ja. Dus uh, en en ik kan me nog herinneren dat we het jaren geleden ook eens hebben besproken in uh, details dat er toen ook plannen waren voor een Indiana Jones attractie in Animal Rijks. Kingdom en dat het budget zou worden gedeeld met parijs. Ja, als je dan toch de, 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 de investering moet doen om er eentje te bouwen. Zet de kopieerapparaat op twee en uh, maak alles ook voor Parijs. En we hebben nog steeds dat grote stuk land, naast onze Indiana Jones Coaster, beschikbaar, ja. in feite. Ja, voor en ik, uh, deze. Wat, want Dino Land USA is al ook de afgelopen jaren heel erg uitgekleed in, in Animal Kingdom. Dat, ja. dat had je een uh, um, soort funfair en een kermis op een parkeerplaats. Dat was ook echt het. Thema. Dat maakte het nog eens extra dubbel, want het was een uh, het, het leedste stukje van Animal Kingdom, uh, maar dat was met opzet zo ontworpen. Het was een, uh, een rondreizende kermis die op een parkeerplaats uh, hun, hun kermisattracties hadden uitgestald, allemaal met het thema Dinosaurus. Uh, daar zijn heel veel uh, kleine attracties, of in ieder geval de, de grote de, de coaster die daar onderdeel van uitmaakte, die is al uh, afgelopen jaar of twee jaar geleden. Gesloten en ook helemaal weggehaald. Dus dat is nu gewoon een open, open gebied. Ja. Een soort van side preppen voor het volgende, wat ze daar kunnen gaan doen. Ik heb in 2018 heb ik eventjes toch teruggevonden. Uh, <laughs> dat het gerucht ging over vanuit Orlando Weekly. De uh, latest Disney rumours having Indiana Jones Dealing with Dinosaurs at Animal Kingdom. Mm. Uh, het zou inderdaad gaan over uh, een clone van Indiana Jones Adventure. The new story could potentially include dinosaurs. Jori, 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 En dan uh, gaan we, uh, we helemaal naar beneden. En dan zien we ergens uh, een overleving Disneyland Parijs... waar die attractie zo zou kunnen passen. Want inderdaad, uh, uh, dat deze attractie uh, zou het budget gaan delen met Parijs. <laughs> Dus 2018. Dat is niet eens heel erg lang geleden, dat gerucht. Als je kijkt naar de geruchten... De, naar de, de, de presentatie van het concept art... voor ons Studiospark Park, 2018. Dat Zou dat in die twee miljard hebben gezeten? Ik sluit niks uit. Mm. En nu dit ook weer opkomt, en we horen toch ook wel terug maar... dat ze ook voor de Disney Park in Parijs toch ook echt wel dingen aan het bekijken zijn. Dit was ook allemaal nog in, in aanloop naar de, wat is het, vijfde Indiana Jones film, waar Disney natuurlijk druk mee bezig was op dat ja. moment. En waarvan ze hadden verwacht: oh dat wordt echt een topper en uh, een grote nieuwe blockbuster. Dat viel ook een beetje tegen. En dat vind ik wel opvallend in het hele verhaal. Dat nu toch het gerucht uh, wel uh, overeind blijft. dat ze uh, Indiana Jones toch willen introduceren in Animal Kingdom. Dat is een behoorlijke investering. Ja. Dat ze nou toch ja, nog zoveel geloof hebben in die IP. De uh, stuntshow, die al sinds 1989 of iets. In, uh, in de MDM Studios. Of weet je het tegenwoordig. Ja, in Hollywood studios. studios te vinden is. <laughs> ja, dat is een gigantisch die, succes nog steeds. Dat is nog steeds een succes. En dat, ja. Hetzelfde IP, en dan kunnen de films tegenvallen. Maar als jij gewoon een, een super. ook nou ja, de attractie in, uh, in Disneyland. Uh, de films kunnen ja. tegenvallen, maar de attractie staat altijd een, een, een hartstikke lange rij. 100%. Dus het, het hoeft ook helemaal niet per se um, zo te zijn dat de films altijd succesvol en, en heel goed moeten zijn. Kijk naar Tron <laughs> en de, ja. En de, de ja. Troncoaster. Um, ja, ik hoop het ook nog steeds. Want dat is iets wat we nog steeds niet goed hebben belicht ook hier. Heel veel nadruk weer op de studio's, maar ons Disneyland Park, wat al 32 wordt. Geruchten gaan echt, echt, echt nog steeds heel hard. Maar ja. ik, ik verwacht eerlijk gezegd nu wel, nu ook uh, deze vergunning voor die, uh, die, die, die uh, weg is aangevraagd rondom Daan USA, dat die 23 hier wel wat meer over bekend gaat maken. Ja. En ik verwacht niet dat Parijs al gelijk kan meedelen in die lol. Ik denk echt dat we het moeten hebben van, van de Lion King voorlopig bij aankondiging. Alles wat daar boven kom, bovenop komt zou echt een verrassing zijn. Wat mij betreft, als Is dus de Lion King uitgaat? ook het eerst volgende wat ze zouden gaan bouwen dan? Dat denk ik wel. Oh, ja. Want kijk, Frozen dat dat naar nou, verluidt open dat eind 25. Dus moeten we moeten nog dikke jaren wachten, zeg anderhalf jaar. Um, en ja, je zult een deze dagen bijna toch echt uh, moeten ook gaan starten. Moeten gaan starten met de bouw van de Lion King in uh, ja. uh, links van het meer. En we mij betreft, beginnen ze ook gelijk aan, aan de Star Wars coaster en uh, en alle andere projecten. Maar ik denk dat de Lion King als eerste op de rol staan, Omdat ze toch zo snel mogelijk ook wel die soort van toch nog die belofte willen inlossen. Van we gingen dat Studio er aanpakken. Ja. ja, hier pak aan, denk ik. Ja, 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 ja. No. Um, we zijn nog in Orlando, want we hadden het over Animal Kingdom. Ja, uh, zij krijgen een drone Show. <laughs> We, hadden, het, ja. we, we zaten erop te wachten. Hoe lang duurt het voordat ze in Amerika uh, aan, de, aan de slag gaan met uh, drone-shows die in Parijs succesvol blijken? Um, er komt nu een tijdelijke show naar Walt Disney World, maar het is nog niet in een van de parken. Het is in Disney Springs. Ja, Disney Dreams. That's soar. bijzonder wel, hè? Ja. ja, is al wel eerder gedaan natuurlijk. Ze hebben al, uh, uh, dat is echt al jaren geleden, een kerstshowtje was. toch? Test gedaan boven het. Uh, het, het meer achter Disney Springs. Dus kon iedereen in Disney Springs staan, uitkijken op het meer en vervolgens boven het meer, want dat was het meest veilige. Want volgens mij zijn de, de regels over vliegen boven mensenmassa's in Amerika nog strenger dan uh, dat ja. in Europa. Um, 24 mei tot en met 2 september, dus uh, deze zomer, te zien in Disney Springs. De drone show. Ja, nou ja, uh, spannend. Um, Kijk, of, dit is toch een, een onderdeel wat we niet elke keer hebben. Uh, Disney Company nu. Hebben we eigenlijk een company of was het gewoon uh, nieuws? Oh, gewoon nieuws hebben we gewoon, ik gewoon nieuws even gewoon hè. Ga ik gewoon al een, een algemene nieuws indrukken? Waar daar nee, heb ik zin in. Ja. Ja? Nou dan gewoon deze. Want. Uh, ja, we hebben nog steeds te maken met, uh, met Bob Eiger, die zit er nog steeds. <laughs> en dat uh, mag nog niet zo lang meer. Ja, daar moet een keer wat aan gebeuren. Oh jee, yeah, ik kan we wel joh. Walt Disney Company. Dank u. Slecht voor voorbereidend hè. Ken jij uh, Gertjan Dreugen nog met uh, Glammerland? <laughs> Hallo daar is hij is weer, is die ja, weer. Ja, ja ja. Daar kwam. Ach, uh, uh, nou heb ik zijn naam ook kwijt. De Nederlandse ontwerper. Uh, de, de, Jan de Beverie, Jan de Beverie. Ja, ja dan kan. Waar. ik weer binnen Die komt altijd in beeld. Hallo ja. daar is hij weer. Just de Maro. Ja, hallo, daar, daar is hij weer. weer. Het is een gezellige bende in de boardroom van de Walt Disney Company. Iger, die al heel lang de scepter zwaait, moet toch echt een keer afscheid nemen voor alle feesten met kaviaar in Hollywood Sterren. En dus is het tijd dat hij een opvolger aanwijst. Inmiddels weet iedereen dat het een poosje duurt. Maar naar het schijnt zijn er nu toch vier kandidaten die kans maken op deze prestigieuze titel. Laten we even kijken wie er <laughs> als eerste binnen kan lopen. Ach! Daar is hij weer, meneer De Maro. Uh, ja, gaat het weer een uh, beetje, meneer Maro? <laughs> uh, ja, dit is nee. de, de, de grote vraag: hè. wie gaat nou dan toch echt Bob Iger opvolgen? Bob Chapek ja. was een zepert. Uh, en Iger is teruggekomen met één heel duidelijke missie: kom met een opvolger. Ja, er zijn uh, volgens de laatste geruchten, Bloomberg noemt dit, er nu vier interne kandidaten die uh, uh, Iger op het oog heeft. Josh DeMarro van Disney Experiences. James Pitaro, dat rijmt ook nog eens, ja. uh, van ESPN. Dana Walden van Disney Entertainment, uh, alle studio's en dergelijke. En Alan Bergman van ook van Disney Entertainment. Ja, en ik, ik sluit nog steeds niet uit, hoe jij het uh, tegenaan kijkt, Jorn, uh, dat het misschien toch ook wel twee worden. Dat, uh, want Jorn, je bent dus zo'n groot bedrijf. en Misschien ja. moet je inderdaad wel een, een echt een creatiefeling, misschien gemixt met het iets meer... Serieus financieel of iemand met net wat meer uh, feeling met de park... en iemand met net wat meer feeling met de andere. Dat was, Noem wat, hè? Dat was heel succesvol met uh, Michael Eisner en uh, Frank Wells. Roy en Walt gingen ook lekker. Ja, tot 94, waar Frank Wells uh, een helikopterongeluk uh, om het leven kwam. En eigenlijk zijn rol niet vervangen is, maar Michael Eisner die rol ook naar zich toe... Drok, ja. dus hij werd toen creatief en financieel uh, hield hij de touwtjes in handen. En nog niet best. En dat merkte je, want hij uh, uh, dat was na het fiasco van uh, Euro Disney. Ja. Euro Disney. Uh, <laughs> Hoeveel, en, en ook nog eens een uh, volgens mij een gevaarlijke operatie uh, die hij had. Uh, ja. ja zijn en, hart. Uh, toen kwam ook het Studios Park en uh, DCA ja. en alle cheap calls. En alle ja, slechte boxoffice. Ja. Uh, Seven Disney, nou, Ja, You name it. Um, maar daarna, eigenlijk, uh, Bob Iger is ook als enige uh, CEO aangebleven. En ja. ze hebben die, die, die duo's hebben ze niet meer herhaald. Dus het zou heel goed kunnen, eigenlijk. Ik heb het nog niet, had er nog niet over nagedacht. Ik, ik weet vrij weinig van uh, Petaro, Walden en uh, Bergman. Ik ken uh, de namen van Walden en Bergman wel. Ja. Maar ik, ik zou ook niet weten wat voor type personen dat zijn. Josh Damaro is het meest bekend bij ons. Ja, Bloomberg benoemt dat ook in het artikel ja. dat elke kandidaat voor en nadelen heeft. Zo is de Maro populair bij fans van Disneyparken en toegankelijk, maar heeft geen ervaring met het runnen van een studio. Ja. Peterborough heeft weer geen ervaring met themaparken, maar kent de sportwereld heel goed. Niet geheel onbelangrijk voor Disney in Waldenberg, maar kent de studio's goed, maar heeft ook weinig ervaring met themaparken. Ja. En dat is op dit moment wel de kurk waar de compagnie het meest opdrijft nu die films zo tegenvallen. Ja. Met parken brengen wat geld binnen. Als ze dat ook dus, dat nog steeds Binnenhouden en niet uh, willen opsplitsen. Ja, en, uh... ja. Nou, en daar gaat het ook over. Uh, hè, je hebt nog steeds die grote strijd om de boardroom en uh, binnenkort die aandeelhoudersvergadering uh, en de verkiezingen, zwaren. De proxy-strijd tegen Nelson Peltz die loopt nog steeds. Uh, nu heeft ook voormalig president van de Medicine, Bob Wise, uh, zijn steunbetuiging geuit, openbaar. Ook een paar van die grote uh, fondsen die in aandelen doen. En. Uh, er is die weer. Oud-CEO Michael Eisner. Die ja. uh, herinnert in een uh, uitgebreide post op uh, X. dat hij in 1983 um, werd benaderd. toen Disney werd aangevallen door uh, Company Vultures. Raiders. Ja, ja, die het bedrijf ook wilden overnemen. En. Opsplitsen, dat was toen ook het idee. Ja. een studio, themaparking, en hotels, allemaal losgerund zouden worden. Het bestuur wenden zich tot mij, Schrijft hij en Frank Wells. Er werd een ander verhaal geschreven. Het verhaal dat werd voorgesteld door Bob Iger en zijn team. Vandaag de dag bestaat er een soortgelijke situatie. Laten we de lessen van 40 jaar geleden niet vergeten. binnenalend van iemand die geen ervaring heeft met het bedrijf of de industrie om Bob om zijn eindelijke opvolger te verstoren, is spelen met niet alleen vuur, maar ook aardbevingen en orkanen. <laughs> het bedrijf is nu in uitstekende handen en aandeelhouders van Disney zouden moeten stemmen voor de Disney Slate. Dan herinnert hij 83, maar misschien is het wel ook een klein beetje. Er is ook best wat kritiek op Disney nu over een creatieve armoede de laatste jaren. Dat zou die ook misschien nog <laughs> kunnen herinneren. Ja. En Save Disney en. Nee. No. Ja, het is een beetje, een beetje dubbel deze steunbetuiging van Michael Eisner natuurlijk. Maar goed, hij weer herinnert zich, uh, zichzelf vaker aan de succesvolle eerste tien jaar van zijn uh, tenure. We zijn aan het zoeken een knopje, Heel goed. Ja, uh, die hebben we ook, maar waar? Oh. Die, uh, leuk om te melden, die vier kandidaten die zijn, krijgen nu ook interne uh, executive coaching. Oh ja, dus ja wordt ze worden we echt klaargestemd. Ja, daar ja, wordt echt serieus hiervoor. met ze gewerkt. Ja. Dus dat is opvallend dat Josh nog tijd heeft om naar Parijs te gaan dan. Ja, ja, ook ja ook is het onderdeel van. Ja. Ja, ik, ik, ik heb ook het idee dat ook bij heel veel castmembers Josh best wel goed ligt hoor. Dat mm. hij uh, uh, toch echt wel wordt geprezen ook om zijn menselijke kant vooral. Ja, dat heb je ook wel nodig. Maar dat is wel de, ik, ik weet niet of, of, wat voor uh, president of, of CEO hij zou zijn. Want nee. Het is een, uh, een zichtbaar persoon die ook graag met zijn gezicht in beeld is. Wat je wel nodig hebt, natuurlijk, op, in, in zo'n positie. Maar uh, ik, ja, ik weet dat niet dat, wat voor leiderschap. Daar zijn we ook nog een beetje aan gewend geraakt. Hè? Wij zijn opgegroeid met Michael Eisner. Um, uh, en Dana Aykum. Maar zeker Eisner was ook echt zo'n. Die de... nam het uh, Walt uh, voorbeeld van uh, elke zondagavond de One of World of Disney. Ik, ik kom gewoon op tv. Dat, dat heeft Michael Eisner in Amerika overgenomen. En dat, dat vind, vind ik voel me daar toch wel prettig bij. Dus ja. waarschijnlijk is het een uh, totaal verkeerde motivatie. Ik had dat met Bob Iger ook toen Bob Chapek CEO was en je zag hem in interviews heel ongemakkelijk reageren en niet. hij, hij voelde zich gewoon niet. Je zag dat hij niet uh, op zijn gemak zat in die, in die positie. Je, wil, in, een, je wil een aardige was. man of ja. vrouw als CEO van Disney. Je wil gewoon ja. iemand dat je denkt, hè, fijn. Uncle Walt, ja. Uncle Bob ja. Iger. Ja, ja, ja. ja. Of, of Auntie, nou, ja. whatever. Ja, ja. Ja. Disney Cruise Line. Ik heb een kopje gevonden. Yes. Hij is niet eens blauw. Ik had ik wel verwacht. Nee, het is geen blauw. <laughs> het is een groen knopje, lieve luisteraar. <laughs> ja, groot Disney uh, Cruise Line nieuws. Uh, we wisten al dat er uh, een derde... Wish Class, een uh, Triton Class schip aan zou komen. Dus uh, na de Disney Wish en de Disney Treasure. De uh, Treasure, die momenteel nog steeds in, uh, in Papenburg uh, ligt, maar al bijna uh, afgerond is qua bouw. Die, uh, die zal bijna uit uh, het droogdok uh, gehaald worden om uh, uh, de, uiteindelijk de oversteek naar Amerika te maken. Um, de, de naam van het de derde schip is nu bekendgemaakt. Uh, <laughs> Ik moet eraan wennen. De Disney Destiny. Ja, dat is een wat andere naam ook, hè? Dan de het een beetje Magic goedkoop, Wish, uh, Goedkoper klinken. Maar... Goedkoop zelfs. Nou ja, Destiny. Oh. Dat, dat is ook Destiny voor... eten? Ja, het zijn ook voornamen <laughs> van bepaalde mensen. <laughs> bepaalde mensen ook. Nou ja, je hebt de Disney nee, Wish, de ja. Disney Treasure en de ja, Disney ja, Destiny. Het is gewoon een ander, ander idioom. Uh, ja. Het thema wat hieraan uh, gekoppeld is, want uh, The Wish was heel erg. Uh, fairy Tales, Sprookjes de prinsessen. Daar kom je ook echt binnen in een uh, Disney kasteel. Ja. Treasure is heel erg avonturen en uh, Adventureland en ook heel erg uh, invloeden van, uh, van de parken, bijvoorbeeld. Um, daar is het allemaal veel meer met goud en, en, en zwarte tinten in de, uh, in de grote. Ik was zelfs aula zeggen, maar dat is een andere naam uh, voor. In ieder geval waar je binnenkomt in, in het schip. En um, het thema van de Disney Destiny wordt Heroes and Villains. Kun je alle kanten op ja, in principe? Bijzonder maar... wel. Vooral de villains kan interessant worden. Als ze echt uh, een deel van het schip of bijvoorbeeld een heel dek helemaal uh, villain thema maken. Waar je uh, kapitein Haak Ursula en uh, als je dan nog alle nautische villains bij elkaar gek zijn. gooit. El el elke avond wordt een deel van het schip uh, overgenomen de Ursula en verdwijnt in de zee. <laughs> Fijne vaart! Disney Plus. Ja, hier ben ik blij van. Een vierde seizoen van The Bear. Ja, ze zijn al dit moment bezig met de film van seizoen drie. Ik zit op de Reddit van The Bear en er worden bijna dagelijks foto's gepost. Ze zijn hier aan het filmen, ze zitten daar aan het filmen. Kijk, ik heb hier weer de acteurs op film. In Chicago echt. Uh, ja, ja. Uh, maar nu is op een bekend dat er ook een vierde seizoen komt. En dat vind ik heel fijn, want ik vind Je het echt een van de beste series. Uh, ja, ook genomen. dat nog een keer. Is ja. een keer. Ja. ja, super, super blij mee. Um, en nou ja, we, Het is bijna een, een soort van uh, grap geworden over hoe uh, ik die film had. Mm. Uh, de, ook toen we in Anaheim waren en we liepen langs een uh, schap met uh, Wish-merchandise. Hey, maar heel speciaal voor jou. <laughs> Trouwens, bij, uh, uh, je hebt toch ook zo'n Disney Store naast uh, El Capitan? Ja, dat, uh, je hebt Girardelli en dan daarna nog Ja, een, daar zit een, uh, een klein Disney. Daar was alle Wish-merchandise met echt 60, 70 korting. <laughs> nou, dat. I rest my case uh, op 3 april en ik, ik denk ik nou ik weet zeker dat ik ga hem weer kijken want ik wil nog een keer met uh, dus zonder vloeken op een 3D bril uh, weer een keer uh, uh, neutraal kijken was hij echt zo slecht of, of ja. is mijn mening uh, gekleurd uh, 3 april kun je Disney Wish bekijken uh, Disney's Wish op Disney Plus ja uh, dan uh, er was al bekend gemaakt dat uh, uh, de Phantom Menace terug de Phantom Menace, <laughs> Terugkeert naar de bioscoop. Vanwege het 25 jaar bestaan van die film. Uh, maar dat was altijd um, uh, vooral aangekondigd voor Amerika. Maar nu is er ook bekendgemaakt dat uh, Nederland en ook België. In ieder geval de film. De uh, Phantom Menace terugbrengt. Maar ook ja. de volledige Skywalker Saga Marathon. Uh, dus je kan. Dus heftig hoor. Een marathon starten op 29 maart. Uh, en dan ga je dus achter elkaar in de... Dat is niet de machete-order, maar dat is gewoon de, de, de 1, 2, 3, 4, uh, 5, 6, 7, 4, 8, 9. 4, 5, 6, 1, 2, 3, 7, 8, 9, ja. ja. Ik heb hier het hele programma. Je begint om half elf met Star Wars Episode 4. A New Hope. Dan heb je om half één nog gelijk een lunchpauze. Om vijf voor half twee ga je uh, Empire Strikes Back gelijk gevolgd back-to-back. Back. Om tien voor vier voor Return of the Jedi. Dan om zes uur dinerpauze. Om vijf over zeven is het een quiz. Om tien voor half acht. En dan ga je echt bam. Doe je één, twee, drie, zeven en acht. En dan dus is het inmiddels uh, tien voor half negen. ochtends <laughs> Ja, je hebt midden in de nacht gewoon doorgekeken. Ja, ja de, de hele nacht. 20 minuten. Dat, dat overleefde niemand. De films je valt best. er in slaap? Ja. Dat, dat is toch niet... Te, nou oké. Okay. Uh, dan een ontbijtpauze. Ontbijt inclusief. Uh, om 9 uur is er dan nog The Rise of Skywalker... en om tien van half twaalf mag je weer erbij. Tussen alle films zit een korte pauze van ongeveer 20 minuten. Ja. Geen ondertiteling trouwens bij de films. Dat vind ik wel oh, opvallend. Ja. Bijzonder. Engels gesproken, maar geen ondertiteling. En er komt een preview van uh, de nieuwe Disney Plus-serie The Acolyte. Ja. Uh, wordt ook getoond. Maar wel bijzonder dat ze dit ook naar Heel Nederland en België brengen. Ja, ja, absoluut. Wel, wel, wel tof ja. voor, de echte, voor de echte fans. Het blijft, um, het blijft toch jammer, en, en dat mag je niet in het torno, maar dat, dat onze mede voor zo'n beladen dag is, dat ja. je dat niet hier kan doen op 4 mei, want ja. dode herdenking. Ja. Dus nou, gaan we een. daar een, blijven ze van weg. Het ja. maakt lang kijken naar een film over oorlog. Veel plezier. Ja, dat is het extra, ja. Star Wars. Dan, ja, Ja. 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 Um, maar uh, voor degene die niet de hele marathon mee willen kijken, de Phantom Menace kan je los ook bezoeken. Dus hoef je niet uh, ja. de hele dag en nacht te uh, blijven Dat is blijven maar goed ook. <laughs> Wie houdt dat vol om s'nachts nachts niet eens laten vallen? Wie houdt dat vol? Uh, en dan nog een laatste nieuwtje voor de, de, de wat jongere uh, Disney fans tenminste... Het is allemaal van na mijn uh, generatie. The ja, Witches of Waverly Place, een uh, Disney Plus of oh, sorry Disney Channel serie. Dat was toch uh, Selena Gomez. Oh, Selena Gomez, ja. Nee. Uit Only Murders in the Building. Ja. Mm. Die, um, uh, Oeh, Er is nu definitief een, uh, een remake. Is het een remake of een sequel? Het is een uh, vervolg op deze serie. Is aangekondigd, uh, komt naar Disney Plus, waarin onder andere Selena Gomez. Um, uh, terug zal keren, maar wel alleen maar voor de pilot. Dus ze gaat niet de hele serie. Uh, ze zal niet in de hele serie blijven. We krijgen nu een bericht van Ralf, die ping die in het horen. Ja, sorry daarvoor. Um, en ik ga nu vragen of dit, uh, of dit uh, hardop gezegd mag worden, want ja, hij zegt iets wat. Uh, we nemen het dus op 26 maart. Als je donateur bent, dan krijg je de podcast als eerste te horen, al gelijk de avond uh, zelf. Um, ik kan hem ook even bellen anders. Zullen we gewoon eens bellen? Ja, doen we dat. Ja, we gaan voor. Momentje, even kijken. Hopelijk Ralf. gaat het beter dan... Uh... Ja, even kijken. Uh, FaceTime audio. Dus even kijken of dit werkt. Uh, dan moet hij hierop zitten. Nou, hij gaat in ieder geval over. Hm. Hallo? Hallo, je zit midden in de uitzending. Hallo. Wat leuk. Hallo. Ja. Hallo Ralf, ben je er toch even bij? Wat, wat gezellig. Ja, hallo. Ja. ja, want we zitten nu een beetje met, uh, in dubio hiermee. Ja. Um, mm -hmm. Welkom bij de redactievergadering van Details. <laughs> ja. uh, we hebben aan het begin van deze aflevering uh, de vraag van, uh, van Bart behandeld over uh, de Azië-reizen. En ik zeg, nou, something's cooking. Mm -hmm. um, Zeker. En uh, we leggen net uit dat uh, zo'n podcast nemen we op op de dinsdagavond. Dan komt hij dezelfde avond nog uh, online voor donateurs. Die hebben hem uh, als eerste, pshu, pshu, pshu. En dan is, ja. komt die donderdag voor, het, uh, voor de gemeente, Maar je zegt nu iets wat misschien tussen die dinsdag en donderdag in gebeurt. Dus wat, wat moeten we nou? Oei. Uh, nou, wat moeten we nou? Uh, voor iedereen die, die, die naastig wacht op uh, eindelijk de aankondiging van de detailsreis naar Azië. Zullen we zeggen, deze week meer info. Deze week? <laughs> ja. Wat het zou dus kunnen zijn dat als je dit hoort op zeg donderdag of vrijdag. Dat je als de wie de naar dcdetails.nl moet voor de laatste info. Zeker, dat lijkt me een heel goed en verstandig plan. Jeetje. Ja, dat spannend. Maar waarom he? ben je er eigenlijk dat niet? Spannend. Ja, ik, uh, ik had, uh, met Florifide hadden wij vandaag een soort beursvakdag. En uh, ja, dus ging ik het niet redden. Een wat? Een, wat? een beurs of vakdag. Een oh. beurs, ik dacht een beurszakdag. Nee, ja, nee hoor. Excuse. Nee, ja, misschien zat... Nee, dat zat er niet. Ja, op, ik weet niet wat jij bedoelt, dat het een, af op je, je zakbeurs is, maar kijk maar. Nee hoor, nee, 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 nee precies. Nee, maar we hebben, het helemaal, we, hebben het net, we hebben het netjes gehouden. Had je nog persoonlijk nieuws eraf? Had ik nog persoonlijk nieuws? Uh, ja, jullie hebben natuurlijk Joe Rody al behandeld. Ja, je handelt. Um, eh, eh, nou, ja, 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 grote en veel bouwwerkzaamheden in Parijs, maar ook dat hebben jullie misschien we al behandeld. Ook al behandeld, al. Ja, ja. Ja, nou, nee hoor. Weet je, hang dan maar op en dan... Oké, okay, is goed, dat was Ralf. Het is een beetje zo'n South Park-episode. The Simpsons did it. <laughs> ja, The Simpsons did het. We moesten oppakken. <laughs> nou, uh, Your Wish is command. Dan zijn we er denk ik wel, uh, Jorn. <laughs> <laughs> nou, nou ik ben wel benieuwd hoor, wat er nu gaat gebeuren. Jij niet? Groot nieuws. Potverdorie. Leuk. Ja. Spannend. Nou, dat is over deze aflevering van Details. Kijken wie de volgende week weer niet is. Dan gaan we het volgende week allemaal bespreken wat er aangekondigd wordt. Nou, dat lijkt me, dat, dat lijkt dat me wel leuk, een faalje. Ja, dat we volgende ja. week wel echt, echt kunnen hebben over de Azië-reis. Oh, Cliffhanger! Fijne Paasdag, de volgende week. Tot zover deze aflevering van Details. En nu snel naar streepje voor meer afleveringen. Het laatste Disney-nieuws. Tips en tricks en hoe jij details kunt steunen als Donateur. Vergeet je niet te abonneren en tot de volgende keer. Misschien niet tot volgende week. Niet? Voor al die nieuwtjes. Ja, wel, volgende week zijn we er wel. Ja. Maar we gaan wat anders doen volgende week. Oh, dat is waar. Ook weer een volgende heel bijzondere aflevering. Ja. Oh ja. Nou, tot over twee weken. Tot ooit.